naast en zei nu nog de ken. En zei de net de ken in wat ik doe. Ja, onu je wordt ja, onu wordt je wat moet je dan doen? Zal ik het downloaden? Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag alle kijkers, volgers van de bom op zondag 17 oktober. Jawel, het is al 17 oktober. Welkom, welkom te Akata Kondre. U ziet, we zitten er weer rustig, maar gezellig bij. Niet te druk, want we houden rekening met de COVID-omstandigheden. Juist, ja. Ja man. Zo, we zijn weer... Baro blauw, balau, ai. Basimeta, alangate wa mitiba. Adim no be yo sausu da kataki be kansa, madim yo sausu da kataki be te koto dwa fe. Oh, je. Da na oba, da fashie balo bala. Oh, ja, balio blagino, balio blasekre na ini wan don poma ini ngete, ini wan kwa dua broki. Na lekfa basi tagi, langa wabede ya papa, wata kuso uko. Ya, unegwe liba akode na uki. Dan, lekfa ugwendi, dan, o balio bala papa. Yemi bali ajo meme o kokolo jinta o kokolo jase bonwa fe bonwa lalio jeli vendelea minadi nao miaso abuzu kama dai kokolo bali kabao mimbozi bocha ninge kokolo bali kabao mibifo blado bia kokolo bali kabao mifakata bivolu wangete kokolo bali kabao. Ja,
Asida Ude. Ude, Ude. Basi Jong? Ja. Ide fa wet de Abrami, maar ide, ide fa 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 ide na. Ide mooi mooi. Ide mooi mooi. Ja. Da mo lena a kap selfie. Me fere gewoon. Basi Jong, mi bala. Ja, ja wa mooi singi jufu opa takiti na tide wo taki wan tusani baka. Dom afka akiti fu takembia. U da andro kampu. Opa takiti opa. Ube op, no no open. A da andro watra da andro sani. Ube aksi wan sani SD ka singa singi da jo baka. Atando andro watra. Bala benki na Jimmy. Sanda mada upo mamada bilotu. National. Ja. How many is Maria Lugoka? Badri? Plus 7. Nee, 37. 37. Kijk, Grokaba, ja? Ja, 38. Bari Jujon. Want Toro de futa kitanga to trauma piki trawa o bari trauma ta meki de luku esesi bika sano de futa kie. Ma onolei. O taki ma o proberi pu onolei. Bika datina, datina na sekiri taki. Embigisma na lei. So. Edo, baya beti na jimi. Manda oko, mama da bilotu. Kedar. Ego, manda beti na jimi. Manda oko, mama da bilotu. Ego. Goedemiddag iedereen. We zien Amikwaku is er. Jawel. Basi Alfu. Kondre Masra. Kondre Masra. Basi Alfu. Je goed niet. Zeg maar weer dit. Zeg maar weer dit. Hoi, moeilijk. Kobi. Ja. Dag meneer. Ja. Ik nog één. Ik nog één van zijn haar. Ik moet even terug naar Keda's haar. Ja. I am Lion Zion. Hey, moeilijk. Hey. Nou, waar is Kedar? Daar is Kedar. Oh, daar is Kedar. Ja. Yes. Dag meneer. Ja, doei. Hoe vaai pa? Ja, hoe mooi mooi. Ah, vouw dan dat je na samen kan vouwen takken? Hoe vaai du mon? Hoe vaai du mon? Oké. Gaomi. Ja, nangu. Oké. Doe kwa kino oseleti. Oké. Dan som kotoka, iso aki kota bete. Ok. Ik heb bijna samen met mooi mooi bal. Ja. Bij die zijn we ook die. Nou, de na katakonde, die kon na katakonde, nu na kisolusude. Ja. Zo taki. Zo taki. Mooi mooi. Mooi. Ja. Zo. Nou, die hebben katakonde nu. Ja, zo mooi kan ik niet na zeggen, maar ik heet wel iedereen welkom en we gaan er een mooie uitzending van maken. Dus, oké. Okay. Je bent de lont, wij zijn de boom. Zo weet je, maar kan weer takken. Ja. Basi John. Ik een tapetje. Ja, ja. Ja, Basi Mitchell heeft net al mooi gegroet. Ja, ja. Jawel, en dan ga ik even, Basi Nicole is er ook. Wat een goedemiddag iedereen. Ik weet niet hoe ik erop ben gekomen, maar goed. Is dat fijn koning? Gek nog. Wat takje was dat niet? Ha? Is goed, Basi. Fijn koning. Ja, Basi. Kokotina? Kokotina Angala. Angala? Huawei? Akukunakusa.
Benge, benge. Na benge futa. Sangu. Cheke chingi. Sangu mai. A Palestina. Ha? Ha mi bini ko. Gedi gedi. Ha mi bini yango. Alubang gata o. Da kwasu kwasu mente. Oh, ma usu gidi ba. Da kwasu kwasu gedi wini. O gedi wini gini bla aro. Kuku na kusa. Na kusa jai. Koli lisa, koli lisa. Ha, ma mi bini teni yanga. Da sangi ma yoko suna. Ha, dan kwa mini ba. Da kuku, ten kuku doni tini tada wen kusa. Mini mini katansri. Ha, da wan futu nenge sango bundo. Oh, mi before, amatambi soko doni. Pa sango matuso obiango. Ha, amatumatu nenge. Da obiango dina sabiango. Dina koldi, dina koldi, le koldi nanto sangima sangila. Kete, kete. Da kwasu kwasu mente. Oh, boji ni bete wo. Da kwasu kwasu gedewei. Gedewei fa blama ini. Ayo, don potata chas-chasya mu demo, benga, benga na mpolo lo. Oye, da utake na mpolo. Fai fene, papa. Si. Bika ikonoto fa we. Fai, kie wa sande saibia ye, papa. Da datap, adatap ma adabilo tu. Ja. Zo. Dan wil ik nog even iets zeggen, Tabassi. Uw sarong is erg mooi. Ik zeg het gewoon, want u gaat misschien denken, waarom sta ik de hele tijd erna? Het is erg mooi. Na gimme ook rayo. Daarom zeg ik het. Oké, dan is het gezegd. Goed. Dat wordt takitoli. Yes. Zoals... Want door de andere kant wordt dat alles zij persaan. Ja. Want als je dit bent, ja. Alles maar ook zo dat zij persaan is in haar kondre. Want je bent deel van een gemeenschap. Ja. Je deed als samen in haar libi. Ja. Je hebt een programma met dat ik mijn lobby van ons kondre. Dat ik samen. Je hebt die sani die sabi maar sani die no sabi ete. Zo'n sani sabi maar zo'n sani no sabi ete. Dat na mooi voor ons kondre mijn lobby te de brok. Dan te de brok. Ori kurutu. A kurutu fu den abi wan deep kana indi. Universiteit rep ne gonen. Yeah. Anabina sa maka, anabina njuka, anabina mata. Wai anabi apete buskondre ori kurutu papa. Efi abi fa stay arki buyo leri. Yeah. In afba de midri estole arki boom yeah. Lukufa aiwaka. Fata ke fini telek den fen awar hei. Ik heb altijd respect daarvoor gehad. Ja. Yeah. Daarom ni basi beler me fo amte te ita ki anga dano wan te ita tak ma mianga ya wan ya ara me ki ala ten yo shi ala so to smaja so en ku ta kitoli no kitoli de futa ki vanmorgen zijn de het laatste commanditcursus bijeenkomst geweest commanditongencursus bijeenkomst en was u tevreden over het geslaagd want de mensen hebben uitslag gehad ja was u tevreden de horen mensen me ja, ja. Oké. Okay. Alle 55. Oké. Okay. Ik was meer dan tevreden. Want ze hebben dat ik zorg, alles aan zou weer doen, want ze zei het op dat annuler. Het was een van de superste cursussen, zou je? Het was online, maar toch persoonlijk. Online, maar toch heel persoonlijk. Intensief. Zelf proefervaring, maar niemand is gebakt. Nee. Aan het randje kantje. Ja. Omdat ik heel mijn ijs voorvie. Ja. Want als ik mijn ijs voorvie. Dan neem ik niks voor jou. Dat is waar. Ja, toch zachte heel mensen, maar de stinkende wonder. Den takia, mijn brabus kon den takia, if you look, if jij hem schuit die toons, jij hem zelf toons, jij wou oma, aan jouw verlee. Aan jouw verlee, oma, nou, abie respect je. Dat wanneer je bobo toons, lek man, oma, nou, abie respect je. Oma, wana, ma, ama, fea, moede manenge. Naswa de basi. Emu manenge. Naswa de basi. In aftoons, tapa, ama, ede. Maar ik kan ze niet zeggen pas koor dat veel koor, dan kwam er ook een tegen mij. Dat nou, nou, dan zie je dat met je wat kan ik je afvitten. Om als maar koning zijn joh, nou die zijn niet toen maar bons zijn, zonder denk onomantan. Zeg dat de meko. Oké. Maar zie maar wat voor actie wat misschien staat op Facebook. Ja. We gaan wat hier een confessor. Oh. Ik vind het wel raar dat ik maar bij de kati dat kom ik als het aardigheid. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Ja. Het hele verhaaltje vertellen wat er precies te zien is. Want ik weet niet of iedereen het al heeft gezien. Bij Sika was hij de ogen achter het oog. De ogen achter het oog. Nou, ik... Dus maar... Tegen om Shizani. Maar over tijden kwam voor dat zijn gedaan. En bij deze... Beveiliging, oh, dat wordt toegeven met deze morgen. Ja. En toch heb je de kaart gewoon. Hij heeft precies de beveiliging door camera's. En dat deed ons hebben. Dat daar een chimpje naar de wereld gaat. Toen kon ik je, en als je met je kerst op pauze, toen kon ik je, of continue, zie de camera kon ik je. En hoe doe je nog hier? Maar we kiezen
fat dibrewer ya sanga das. Kade no sab den sandati. No me kishi fat dibrewer ya sanga das. En fat dibrebar au. Maar het was nodig om te plaatsen. Ja, zo so, het was nodig. Ja. Omdat in Morika en Alassani. En once in phobia, once in phobia, ten saude. En mij ben kan doen, dat pap, bedi dat mij doen. Alla samse ipsa door en mesha. Alla de pres, alla de osso, alla de san, alla samse ipsa. Sumai gana, sumai kon. En voor poten, mij ne takas ma kon doge, mij ne takas kon doen. Maar zo jy nega, fes wans ma presi. Nee. Mij ben kan tante, dat mij balkon mooi schoen, mij die kwam boom posisie, nam lucien die, bam! Panya hier fes roi, mij ne sap sumam sani. Wajino mangua fwadje gwe morof, bos alla den banti fi. Maar lo te draait dat je de sanita, maar ik zo'n chin opleiden toe. Te draait dat je regue, dan me lucen die alleen kan voorban fi, dat ik kon aanzien met dan. Dan je wat regue, sa wat je doet. Mijn ekolo kies de strefie me go dombaka. Ano mi konsuku. Mi sa go fes wans ma enre, luk zo'n dip enre. Je si so tipo kondre na apresi. De kondape, wan my blase smoke duen sani. President, sade no sabi, she was going to say. Yeah. And once my put taki camera ni goed geplaatst, zijn beter dan goed geplaatst. Je hoeft niet alles te zetten. Nou, one camera dat kwam voor Gio. Ja. We hoeven niet zelf goed te plaatsen, maar we weten wat we doen. Jai Uroko, if you want your camera, jai put the camera. Dan, we zijn er maar op haar door, en doe samen doen, of een poeier, als het of een disadatie. Maar het interesseert ons niet, want aan een euro. Want u heeft ooit... Als een ben je euro kon doen, dan een trassan. Dat is het. Maar als je een democratische recht. Allee, van je kan minuten go prik, no go prik. Als je maar komt, ik hit. Heeft gedaan wat hij wil. Iedereen heeft een vrije wil, toch? Eén ding heb ik wel gezegd. Tamara tatale ki de ap corona of de na corona. De noem die corona school. Mek den ga weer of den ga weer ook geen... Mijn spelen go. Je hebt een trang af hoeven. Ik naam ik ben begin. Basuku ba feni ba. Da yo shipi ibe suwe ma bofo dori ben. Kwa fi kanga bu na bu. Fi kanga ogri na ogri. Ya? Des ano da bas yo ni fai shi atori se fi. Na tas ma rei konte ja so so. Fai shi. Sma de kati te kodo kan? Ya, ma na pere furu do. Sma cha de kati. Ma ya, ma soli vi sma re. Maar na trop sa de potia dat we nyam. Opeke takia, a tati nyane me nyame. Tati nyane me nyame. Tati nyane me nyame. Tati nyane me nyame. Oya tati nyane me nyame. Ja, het atingi ne wenya men. Zo. Atingi ba konya nyangre, atingi ba konya nyangre, atingi ba konya nyangre, atingi ba konya nyangre. Ata Johnny, atatingi bunewe konya nyangre. Oké, wat zeg je? Ja, nou zoals de fiscari zei, wij zijn de bom, jullie zijn het lontje. Of jullie zijn de vonk? Jullie zijn het lontje, wij zijn de bom. Oké, okay, nou het lontje die heeft hebben gesproken, begint met onze Ede Basha Banetti. Die zegt, oblao, oblao, dompo. Ja, en dan hebben we... Oblao, vijf handkraam dompo, brada, Banetti. Teere Banetti na katayere, teere katana Banetti. Zo is het. Mevrouw Juliet Reed, die reageerde op dat wat u zei volgens mij, wat u zou doen als u op balkon, wat u zou had kunnen doen als u op balkon zit. Ik had het kunnen doen. Ja, ze zegt, zo goed voor ze zijn, ze doen het nooit meer.
dan koelen ze direct af als ze in die goot terechtkomen. Maar ik kan u wel zeggen, als psychologische slasserink is dat de nood op FB naar Alassane. Ja. Is harder dan alles. Ja. En daarom heb ik een mooie tekst op FB met Colezi. En dat mijn broadcast. Met een mooie tekst met Colezi. Fijn delibisme. Ja. Een innerlijke eurokonomangade. En toen vier de kooit, de studenten, de vier de eten, de beren, en de noem die corona schuld nogmaals. Na je komt hier aan je. Die is al ready. Ja toch? Ik ben aan het vinden. We zijn aan kleur toch? Ik ben aan schaak kleur, we zijn ready. Dan moet je wakker. Maar ze oppassen dat we ons hebben. Want we hebben een zomer dat we ons hebben. Zandappen. We zijn santi, we zijn santi. Maar ik ga gewoon voor de gwe. De strekam. Zade bem streka. Zade strekam in ons hebben. Die kan me bem tjien. Maar ik ga het. Oké. Dit even oplezen? Ja, je kan het oplezen. Ja. Hard. Empathie. De dat kunst, report zo net. Juist. De kunst om emoties te begrijpen. Het vermogen om zich in andermans schoenen te verplaatsen is een van de belangrijkste functies van intelligentie. Het toont de mate van volwassenheid van het menselijk wezen aan. Oh, mag ik daar iets aan toevoegen? Ja. Ik las een krantenkop. Ik zal maar even zeggen minister puntje, 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 want het gaat niet om de persoon. En de krantenkop was minister puntje puntje begrijpt de vaccinweigeraars niet. Toen dacht ik niet van ik ga het lezen. Ik dacht deze man begrijpt gewoon niet zoveel. Wel. Dat dacht ik. Empathie. En nu u dit voorleest denk ik van inderdaad het zegt iets over zijn intellectuele vermogen. Deze man kan gewoon niet goed begrijpen. We hoeven dat krantenartikel niet te lezen met zijn uitleg van zijn domheid. Ja. Maar je weet het gewoon meteen. Dit is een man die niet zoveel begrijpt. Dus ik hoef hem niet eens bij naam te noemen. Ik denk dat heel erg geen begrijpt dit stukje niet. Nee, ze begrijpen niet zoveel. Ja, er zijn er meer in de regio. En weet je wat ik niet begrijp? Terwijl, je kan de voice daarvan zetten. Terwijl de Tweede Kamer, Nederland waarvan ze alle voorbeelden nemen. Nederland die ze met alles zou helpen. Nederland waar... Nederland na Sanif Dem. Nederland die kwam het. Lukus aan de Tweede Kamer let het. En meteen dat de man dat nog te gaan spuiten. Hoe heb je me? Dan look at this, this is not real tore konte ko. This is not real pas. So I'm to the camera let kota ko. No dry ala sani ma me ku yere wan puan sani. En utika sani sbunte harte. Mi alfas. Opa ben takin ti kwan bol dozer fukus mi godape. Wa, me ask me sirf af eifo wel tak. If a minister o chades maris gofis rechte. Wat iedereen die tegen. Dan ben je sloten in de voorland, want dan uit Holland, de Tweede Kamer in de voorland, dan ben je sloten. Ik kijk naar Holland aan, voor elkaar ono. En mijn eigen vis is een rechter. Nu is mijn eigen vis een rechter. Ik heb een democratische recht en ik kom daarvoor op. En als ik een tjaar ga, dan heb ik hier 70% voeseren aan die nog vaccineren aan tjaar gaf is aan die rechter. En dat betekent rechter dat heeft zeiden. En de rechter zelf, kan de rechter zelf nog vaccineren? Ik denk dat de rechter zelf niet vrede. Rechter Ali Bissama, naast je nog? Ja, ik heb het niet gedaan. 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 Ja. Ik heb pijn in mijn skin. Ik ga naar huisdokter. Ik ga naar Japones. Vanaf 11 euro. Tel ik net. Nog een tablet. Nog een sand. Nog een net. Ik ga naar de kamer. Ik ga naar de shopper. Ik ga naar de kamer. Ik ga naar de kamer. Ja. Da baka 12 euro de iteng sau opo fosi mu de usabi if mi ap corona of mi ap corona mi tege ta mi no konja le corona pasien mi ap pain en mi konfu pain ya a pain mi abebe na formula ngak ba sa mi aba pain ino kako tek mi chako potu le corona pasien ya mi tege de ta luku fanaf 11 euro mi janite isma kalpalu uno gimi en mi ogwe na so mi ko bel mi ma de reiko tek mi sakak moto fu japones. Ja, dus pef de madres you dan a corona san de maifete chakona you. Ja. A sister sa pus mi in a rolstoel, tegi mi openlijk tak, de ma me kwa moni tap you. Ja, mi tak or? Ja, me kama taki. Oké. De ma me kwa moni tap mi dus, ala shoppa sa de mai shoppa de data, de big data ikis moni ma, de pchi sister ne kisi. Ja, dus ala corona patient sa de ma bus met, de mai kis moni. Dus mi tak or? Efi na moro moni baka. Efi dede na moro moni baka. Mi tak, oké, a boom, me gwe. Dus na zo'n miko saka aan netie dat kwa koso. Nee kwa atoso ja. Nee kwa atoso ja. No no nya tu. Di zo'n met tunetif mi ja. Iku me opo me waka. Vrij me waka. Ja. Tenatang iku akatakondre. Tenatang if de euro koma fo akatakondre. Ja. Takite yu dorona akatakondre. Yu safin boom. Te yu dorona akatakondre. Yu kafin lusu ja. Ja. Me di grand tangi. Nokmals ete. Oké, okay. En vanuit je kodaya, na een kapje maar je roko, weer doe ze het plek.
want kunnen na pikinenge. Dat zou leven bij iets maar we praten aan trawang. Zo dan met kun je er wel sanitair go om een minister committee attackie van manja. Nanga sommige mensen zijn horsen aan ambiezen. Nanga vaccinatieplicht of niet. Of je hem doet of je hem doet. Want minuutjes maar dat je hem doet, minuutjes maar dat je hem doet. Want dat mijn opot misschien in een schuld die dat er mijn om. Zij noemen mij boem in een pori. Mijn opot arregeren neemt toe. Want zij noemen mij boem in een pori arregeren. Maar zij noemen mij boem in mijn mati. Mijn omgoed dat laat ze jongen mis en ego. Of jongen met het dat in een go. Dan juist, ik ben go. Even met die persoon dat mijn wani dan aan meer dede, meer dede. Meer siki, meer siki. Meer libi, meer libi. Ja toch? Maar dan met die jere zouden tweede kamerlid etak Gijons rode. Hit die potty hand. Gaat dat met geluid? Met geluid. Oké, dan hou ik het wel vast. Wat is? Gevaccineerd of ongevaccineerd? Ongevaccineerd. Bang voor corona of niet? Boze journalist of open mind? Om met Hans van Mierlo te spreken, ik ga proberen het goed te zeggen. En ik zal deze tekst ook integraal met voetnoten en bronvermeldingen publiceren op onze site. Dus, voorzitter, in 2009 publiceerde Ab Osterhaus een beroemd geworden artikel in het gerenommeerde internationale vaktijdschrift Vaccine. Het was getiteld Vaccine-Induced Enhancement of Viral Infections. In het Nederlands, door vaccins veroorzaakte verergering van virale infecties. En de strekking is dat door het snelle muteren van virussen zoals coronavirussen, de door vaccins opgewekte antistoffen hun beschermende werking zeer snel verliezen en dat juist deze antistoffen vervolgens toekomstige infecties kunnen versterken. Het proces wordt antibody-dependent enhancement genoemd. En vele immunologen en virologen hebben dit mechanisme sindsdien bevestigd. Vorig jaar werd het bijvoorbeeld nog uitgebreid beschreven in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ik zal het mechanisme uitleggen. Anders dan bij klassieke vaccins die verzwakte of lamgeslagen virussen integraal in je lijf inbrengen, zodat je immuunsysteem in alle rust antistoffen kan ontwikkelen die een virus integraal de baas kunnen, vergelijkbaar met het op natuurlijke wijze doormaken van een infectie, stimuleren de experimentele coronavaccins je lichaam om zelf een enkel specifiek eiwit van het overigens vele tientallen eiwitketens lange coronavirus te produceren. Zo werken die vaccins. Dat ene eiwit wordt het spike-eiwit genoemd. En dit eiwit wordt zo genoemd omdat het eruit ziet als een spijker. Het opwekken van dit eiwit kan op twee manieren. Via mRNA, een techniek die wordt gebruikt door Pfizer en Moderna, of via een ander aangepast virus, het zogeheten adenovirus, een techniek die wordt gebruikt door Janssen, AstraZeneca en Sputnik. En hoe je het precies wil noemen is natuurlijk altijd onderwerp van discussie, maar Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek, noemt het, en ik citeer, op gentherapie gebaseerde vaccins. En dat is ook de reden dat deze regering besloot om vergunningsaanvragen voor gentherapie sterk te vereenvoudigen, zoals te lezen in de staatscourant van maart 2020. En deze mRNA-vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes, nanodeeltjes, die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccinstof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen. Net als het eiwit dat door het vaccin moet worden opgewekt, dat ook behoorlijk veel bijwerkingen geeft. Doordat het correct diagnosticeren en registreren van deze bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn, is de ware omvang van de bijwerkingen speelbal geworden van inschattingen. Maar tot nu toe hebben, gecorrigeerd voor de hogere absolute aantallen van de vaccinaties, relatief 20 keer zoveel mensen aangegeven last te hebben van bijwerkingen als bij andere vaccins het geval is. Verhoudingsgewijs zijn er zelfs 60 keer meer gemelde sterfgevallen. Nogmaals, dit is dus na correctie voor het aantal gezette prikken. Ik heb hier een grafiek. Dit zijn schrikbarende cijfers die niet zomaar kunnen worden weggewijfd. Misschien kan het worden gefotocopieerd en uitgedeeld. Leg het hier nu. Ja, gevaarlijk. Niettemin is de bedoelde werking van de vaccins op zichzelf plausibel. Namelijk de productie in het lichaam van spike-eiwitten. En omdat de alfa of Wuhan variant van corona een eiwit bevat dat daar sterk op lijkt, op dat spike-eiwit, zou het menselijk immuunsysteem in theorie
door dat spike-eiwit getraind kunnen worden om zich tegen corona-infectie te weren. Echter, inmiddels zijn alweer vele nieuwe varianten van COVID-19 gevormd die een dergelijk eiwit niet meer hebben. Waarmee die mutaties dus ontsnappen aan de werking van het huidige vaccin. En zoals de reeds aangehaalde studie van Ab Osterhaus uit 2009 laat zien, is het dan helaas geen kwestie van baat het niet, dan schaadt het niet. Want het spike-eiwit kan potentieel averechtse effecten hebben op het immuunsysteem. En afgelopen maand verscheen in de Journal of Infection een studie die lijkt uit te wijzen dat gevaccineerden nu al een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant. En dus meer risico lopen om ernstig ziek te worden dan ongevaccineerden. Een buitengewoon zorgwekkende bevinding die in onze ogen een van de grootste problemen vormt van het huidige vaccinatieprogramma. Maar tegen welk gevaar zou dit semi-verplichte experimentele goedje met dubieuze werking ons dan toch eigenlijk moeten beschermen? Laten we de feiten over corona nogmaals bekijken. De infection fatality rate, oftewel de dodelijkheid van corona, is wereldwijd gemiddeld 0,23%. Voor mensen jonger dan 70 jaar is het 0,05%. Dat is dezelfde orde van grootte als een zware griep en dermate laag dat het de onzekerheden en risico's van de huidige experimentele vaccins in mijn ogen totaal niet rechtvaardigt. Puur op basis van gezondheidsredenen zou ik dus iedereen onder de 70 afraden zo'n prik te nemen. Voor mensen boven de 70 zouden de vaccins wellicht de afweging waard kunnen zijn. Zij het niet dat juist de groep die het meest sterfkans heeft van corona, de gemiddelde leeftijd is immers 83 jaar van mensen die overlijden aan corona, grotendeels onbeschermd blijkt door de vaccins. Zo onthulde een studie in Nature van afgelopen juni. Blijft dan nog over de jongeren. Maar zoals ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bos van OVG al schreef, vaccineren voor deze leeftijdsgroep heeft geen winst voor de betrokkenen. En aan ons de taak om de farmaceutische bedrijven uit te leggen dat voor introductie binnen deze leeftijdsgroep dus geen plek is. Maar toch worden nu, mirabile dictu, spuitjes voor peuters en kleuters voorbereid. Ja, we stoppen het hier even. Oh, jammer. Ja, het is een lang stuk. Wat is interessant. Ja, het is heel interessant. We gaan de link delen met de mensen. We gaan het delen, zoveel mogelijk. Maar dan willen ze dat kleuters en kleintjes gaan. In Cuba en na zevende wereldoorlog bij Bari. Niemand gaat mijn kind zomaar prikken. Op Cuba hebben ze al een vaccin voor kinderen. Cuba kan dus dat wani. Suma kan dus dat wani. No abubaja. Maar kent u het liedje, ik zag twee beren broodjes meer, ik stond erbij, ik keek ernaar. En dat is het ergste van alle mensen nu, we kijken ernaar. Ja. We kijken en we doen er niks aan. Dit zal zeker opstand brengen. Dit heeft me broodjes meer. Men wordt steeds meer bewuster, hè. Ja. En waarom zegt men niks tegen Holland? Mm-hmm. Maar mijn portie waar we van concursie dat met dat tegen dat beleid en zo. Terwijl de mensen dat dit stuurde dood in. Ja. Hoeveel mensen zijn er al dood nu? Ze zeggen er zijn 1000 mensen overleden. Door slecht beleid, ontbrekend beleid. Maar wat het grappige is, ze zeggen ook van 1000 mensen zijn overleden. 75% daarvan is niet gevaccineerd. En wat about die 25% dan? Daarover praten ze niet. Nou, dus ik vind het wel raar dat Nederland hier openlijk hierover praat. Het komt weer NOS. Ja. Toch? Ja. Wat ze vinden van ja, bepaalde sites zijn niet vertrouwbaar. Maar NOS is wel vertrouwbaar. Zeker. En toch willen mensen niet luisteren, of de minister wil niet daarna luisteren. En ik vind dat ze de minister daarmee moeten confronteren, van kijk, hoe zit het met wat NOS hier zegt? De minister gaat er niet naar luisteren, omdat er toen de minister terugkwam, weet jij dat hij daar de Johnson & Johnson heeft genomen, en voor zijn heel gezin, en ook heeft meegenomen voor zijn patjams. Ja, de Johnson & Johnson, waarvan hij dacht dat het beter was, vooral het ook neveneffecten heeft. Volgens mij, net werd gezegd, er zijn toch domme mensen op deze wereld. Wel hè? Ja, domme mensen. Want ze zijn, wat dit betreft, daarom ik dacht, ik ga Holland en ik takanga wet, maar ze heeft die sabbatorie, boom. En man is chukap zijn minister helemaal, professor. Mijn ook karning, mijn Jimmy Ward, mijn ook karning. Maar als ze aan de komitee brengen, dat voelt daar in, wat dit is. En daarom betekent dat ik verwonder me dat ik een keer kan opstaan. En vooral neem ik de Rooms-Katholieke leiding kwalijk. Maar er is nog een God, er is nog steeds een God.
En de trakeer ik wel in opstand. Ja. En nanga de samen we kunnen opstand, want dit kan gewoon niet. In ook misbruik, in ook totelijk beesten, proefkonijn. Terwijl ze dat naar manier met nou tap op. Dat is redelijk de kind. Volgens mij zag je duidelijk, als ook een ander spoor is, als mij dat je dan. Dat zet je mensen die het taki, het schip onnulijk, leku eden euro komen. Omdat die minder, het gaat alleen maar in om aan zekerheid. Jim a zekerheid dan aan het robin. Tegen mij dat ik, mij kan verzeker je, if you if was any sang I may sorbu, you it ching if fro alasani edwasani, that was a shete. My candidate is that don't say sit that rat my big heart. A massaki anukandia affair. They go no what that right she cas kiss refi. Ye go fi ed that right big long y fi bere. Ye go fi futu that right big long fi baka. Maar artsen in Suriname was toen, ik heb begrepen van iemand die naar de arts was gegaan, zat corona gehad, dat artsen ook waarschuwen tegen die vaccin. Artsen waarschuwen van die vaccin, dat is gevaarlijk. Ja, natuurlijk, ik ken zomaar, dat is gevaarlijk. Ja, je moet eigenlijk goed onderzocht zijn voordat je het kan doen. Volgens mij was er iets dat ze zulke artsen willen aanspreken of voor de rechter willen brengen. Die mensen waarschuwen om niet gevaccineerd te worden. Omdat ze hun common sense gebruiken. De grote farmaceutische industrie die zit achter deze middelen. Yes. En die belangen zijn zo groot dat wetenschappers en ook politici, ze kunnen niet onder die macht uit. Klopt. En dat is een groot probleem. Dus ja, nu gaan ze zelf de rechterlijke macht, gaan ze erin meeslepen, zodat je gewoon zowel rechterlijke macht, wetenschap, politici, en dan heb je een heel netwerk wat er niet meer onderuit kan. Ja. Dus dat is het probleem nu. Maar ik spreek ook uit eigen ervaring om mijn werk hier in Suriname. Ik ben niet gevaccineerd, ik mag het zeggen. Ik vind dat niet nodig. En de mensen om me heen zijn wel gevaccineerd. Maar ondertussen hebben al... Eigenlijk is het werk pas... Ja. 2 weken. 2 of 3 weken zijn we nu aan het werk. Zijn al 2 van die... We zijn met 15 mensen. Zijn al 2 van die gevaccineerden die hebben corona. Ik moet afkloppen dat ik het niet krijg. Maar ik ben eerder bang dat ik corona krijg van die anderen dan dat zij het van mij krijgen. Voilà. Maar wie moet er in dit geval verplicht testen op het werk? Hoe vaak? 2 keer per week, preventief, zelf testen. Dan niet gevaccineerden. Wat denk je? En die kant gaat het op. In sommige landen is het zover nu dat mensen in de zorg of in het onderwijs dat ze verplicht moeten vaccineren. Yeah. En de wereld staat gewoon op zijn kop. Er is één grote tweedeling aan de gang. En volgens mij heeft dat helemaal niks meer met corona te maken. Nee. Maar nu zijn ze ook bezig met die QR-code. Ja. Wat zeggen ze? Eind oktober komen. Klopt. Eind oktober en, is het. Eerst waren ze begonnen met die chip in je hand. Ja. Kent u dat? Klopt. En waarschijnlijk hebben ze dat niet hebben ze opgemerkt dat het niet gaat werken. Ja. Hebben ze systematisch een ander soort model gecreëerd. De drempel was te hoog. Precies. Voor de mensen. Precies. Dus, en dit heb ik opgemerkt dat vele mensen dit wel accepteren. Ja. Want ze vinden, het gaat niet aan mijn lichaam. Dus. Maar die QR-code wordt geregistreerd. Ja. Dus aan waar je bent, gaan ze je kunnen vinden. Je hebt geen privacy meer. Dus, oké, kom maar. Oké. Okay. De heer Erik Orlando Belfort zegt, ze begrijpen het wel, maar ze willen hun wil in onze gedachten planten, maar het werkt niet bij iedereen. Alleen als je zwak bent, geef je op en dan ga je in hun geloven en dan ben je geofferd. Ja, klopt. Ja? Klopt. Iedereen is het ermee eens. Nou, ik wil niet iedereen zwak noemen die daarin meegaat, want heel veel mensen die doen het echt uit hun liefde voor de medemens is groter dan bijvoorbeeld... Hun weerstand tegen, hoe zeg je dat? Ik denk dat het is... Kijk, als jouw overheid vertelt dat je dat moet doen... Sommige mensen zijn heel plichtsgetrouw. En we kunnen ze wel dom noemen, maar ik bedoel... Het is ook wat je verwacht van mensen, dat ze wel de wet respecteren. Klopt. Ik vind het hele goede mensen en ze denken echt wel na. Maar het was een hele gekke tijd, die corona. Met hele gekke maatregelen. Het kwam ineens op ons af. Heel veel en angst. En heel veel angstzaaierij. In die tijd van terrorisme, toen met 9-11, toen was het andersom. Toen had je in het Verre Oosten en je had cellen. En die kwamen dan ineens naar Londen of naar Amsterdam of naar Brussel.
En dan had je de angstzaaier. Maar tegenwoordig zijn het de overheden en de farmaceutische bedrijven die angstzaaien. Maar wie gaat nou wie aanpakken? Quid custodiat, ipsos custodius, zeggen ze in Latijn. Ja. Van wie bewaakt de bewakers? Als jouw bewakers, de beleidsmakers, jou niet meer beschermen, maar juist aanvallen. Ja. Waar zijn we dan? Ja. We kunnen van deze regering ook niet verwachten dat ze de problemen gaan oplossen die ze zelf creëren. Hallo. Dat is een groot probleem nu in heel veel landen. Je hebt sterke overheden nu nodig, ja. Nu de economische powers zo sterk zijn geworden. En dat is een groot probleem. Dus overheden die durven nee te zeggen. Overheden die durven te onderzoeken. Maar, er is een gevaar. Als je nee zegt, heb je ook een groot probleem. Economisch sowieso. Ja, want ze hebben je in de macht. Over dat van Libië, als ik even daarop mag ingaan. Gaddafi. Ja. Ze riepen hem een terrorist. Maar als je gaat lezen wat hij allemaal voor zijn land deed, dan ga je zien dat hij geen terrorist was. En daarom heb je ook gezien dat Amerika probleem heeft met Rusland en China. Juist. Toch? Omdat ze bang zijn om de macht te verliezen. Ja. Dus het moment dat je echt independent wil gaan, krijg je probleem met de wereldleider zelf. Maar Gaddafi was niet alleen zeg maar, sterk voor zijn land, maar ook voor zijn omgeving. Klopt. Hij was bezig met die Afrikaanse Unie. En hij heeft eigenlijk in die Afrikaanse wereld een tegengeluid laten zien dat, waar velen zich aan op konden trekken. Ja. Nou, zodra er zo'n lichtend punt komt in een omgeving, Caribisch gebied kan ook, maar zodra dat opkomt, dan komen er tegenbewegingen. En die zijn heel fors. En waarom? Om de balans die nu zo is, om die zo te houden. We willen niet dat die balans in balans komt. Of zelfs uit balans. Hè, vanuit wiens ogen je kijkt. Daarom, verleden sprak ik met iemand over armoede. Ja. En degene zei me van, armoede is er altijd. Ja, is eigenlijk de norm, hè, zegt iemand dan. Toen zei ik de persoon van, kijk, ik geloof niet in armoede. Mm-hmm. Armoede wordt gecreëerd. Begrijp je? Want ik vind, bijvoorbeeld, hoe Amerika daar is. Als je een wapen van bijna 10 miljoen kan creëren, kan je diezelfde 10 miljoen daar nemen en dan arme landen geven om hun op te krikken. Begrijp je? Of waar hongersnood is, heerst, toch, kan je die 10 miljoen bijvoorbeeld geven aan die mensen, laten ze eten. Precies. Begrijp je? Dus ze creëren eerder iets om mensen te vernietigen dan om mensen te maken. Amikwaku, ik heb altijd, mijn studieachtergrond is waterverdelingsvraagstukken. Ja. En ik heb gezegd, er is nooit een watertekort, maar je hebt het niet op de juiste plek, op het juiste moment, daar waar jij het wil. Hetzelfde geldt voor geld. En ook alle middelen. Wat je zegt is, de wereld zit vol met grondstoffen en producten die we met z'n allen kunnen maken, maar we krijgen ze niet bij de juiste mensen op de juiste plek. Maar er zijn heel veel mensen die vinden dat zij diegene zijn die dan heel veel daarvan moeten krijgen. En dat is een mentaal probleem. Goed. De heer Stephen John die gaat in op de percentages, die getallen die werden genoemd. Ja. En hij zegt, de 75% overledenen die niet gevaccineerd zijn, waren dan geen COVID, maar normale gevallen die een COVID-jasje kregen. En dan hebben we de heer Erik Orlando Belvoor, die zegt, ze kunnen zekerheid geven als ze het zelf nemen om over iets te praten. Maar moet je het een gevoeld hebben? Sorry, ik begrijp het niet. Misschien moet ik het opnieuw lezen. Nee, het is te cryptisch. Ja. Het is te cryptisch. Als het te cryptisch is en we begrijpen niet meteen, dan slaan we het over. Ja. Oké, als iemand die gevaccineerd is komt te overlijden aan COVID-19, zegt men dat die persoon onderliggende aandoeningen had. Dan zal het ook zo zijn dat degenen die niet gevaccineerd zijn aan COVID-19, aandoening had, dan zou het ook zo zijn, te overlijden, ook onderliggende aandoening had, maar dat zeggen ze niet. Dus ze zeggen dus dat als iemand gaat overlijdt aan het virus, iemand die gevaccineerd is komt te overlijden aan COVID-19, zegt men dat die persoon onderliggende aandoeningen had. Dan zou het ook zo zijn dat degenen die niet gevaccineerd zijn en aan COVID-19 komen te overlijden ook onderliggende aandoeningen hadden, maar dat zeggen ze niet. Maar dan is die vaccinatie om te beschermen. En Tabassi zei tijdens Goranjogo Taktori ook vooral tijdens het programma Koffiepraat bijvoorbeeld, dat juist mensen met onderliggende aandoeningen werden aangeraden om te vaccineren. Zij moesten vaccineren. Onderliggende aandoeningen ook aanhouden. De artsen bij de deskundigen bij het programma zeggen gelijk, het geldt juist voor jou. Yeah. Je moet het gaan onderzoeken, want ze hebben trombose. Ze hebben zelfs veroorzaakt, trombose met trombose. En ze hebben vast maar
begin van ziekte te gaan. Want dat is veel wat zijn kan. Als maar dit was met mama deno sabi, als maar longo tika vaccin. Maar ik is gewoon ook te veel longo tika en bij den daar in. Dat was ik hou ervan om mezelf als voorbeeld te nemen. Ik heb een aandoening. Ik heb een aandoening. Die aandoening die ik heb, die komt bij 1 ja, die komt bij 1 op 3 miljoen mensen voor. En dus hebben we wel een teugel kunnen houden met. Ja, maar dan ben ik in die zin ben ik heel bijzonder met mijn aandoening. Maar wie gaat mij garanderen dat al die vaccins zijn getest in relatie tot die aandoening, die ene die nooit voorkomt. En überhaupt, en ze zeggen onderliggende aandoeningen, alsof dat nu één verzamelziekte is. Maar hoeveel ziektes en aandoeningen vallen daaronder? En zijn ze daadwerkelijk op die samenstelling, elke unieke combinatie van elk mens met zijn of haar eigen aandoeningen? Met hoge bloeddruk, lage bloeddruk, een beetje bloeddruk, diabetes, een beetje van dit, een beetje van dat. Zijn al die dingen daarop getest? Die onderzoeken die zien we nergens. Er wordt alleen maar gezegd vanuit commercieel oogpunt, ja, het is goed voor mensen met onderliggende aandoeningen. Neem het. Zelfs hier op de reclameborden van de overheid staat, het bouwt je weerstand op. Nee, je hebt goede weerstand nodig om die rotzooi aan te kunnen. Het bouwt je weerstand niet op. Vraag de mensen die vaccin hebben genomen of ze zich goed voelden. Of ze zich voelden alsof ze fruit hadden gegeten. Nee toch? Dat vind ik. Als ik we gaan zo met iets zingen voor die mensen. En wat zei je, Basie Mitchell? Ja, we gaan zingen dan. Community. U zei iets? Ja, u zei iets over die fruit. Toen. Zeg niet maar, wat zei u? Nee, is goed. Ja. Ik kom straks wel op in daar. Ja, is goed. Ja. Jima zani de, zani no de. Zani de, zani no de. Desani no do yo, sani no de. Desani miti yo, sani de. Sani de, sani no de. Sani de, sani no de. Sani de, sani no de. Desani no do yo, sani no de. Desani miti yo, sani de. Sani de, sani no de. Sani de. Ja, op het heen van weerstand boosteren. Ik bedoel van wat ik kan ook gemaakt toch? Ja. Waarom moet ik speciaal een spuitje gaan halen? Voor je weerstand. Als ik aan troa eet, boulanger, podo, kersen, sinaasappel, manja. Dus er zijn genoeg natuurlijke producten die de schepper heeft gemaakt voor ons. Ja. Dat door die biovitamine, want dat noem ik biovitamine. Hè? Ja. Daarom, ik eerlijk gezegd, ik zie sommige mensen naar de winkel gaan, ze gebruiken bruistabletten. Ja. Ik zeg van, dat zijn biovitamine voor mij. Liever ga ik naar de markt, daar koop ik een fruit, daar weet ik dat het puur natuur is. Niks is gemixt daarin. Liever dus, plantjes zelf. Liever plantjes zelf, maar op school heb ik geleerd, wanneer je groente en fruit gaat kopen, koop altijd eentje met een schimmel eraan. Ja. Of eentje met een blad dat geboord is, dan weet je dat het gezond is. Gezond is. Je moet die lelijke pakken. Die lelijke, precies. Geldt niet voor vrouwen, maar wel voor
groeten en fruit. Ja, maar meestal lelijke vrouwen zijn niet. Geen enkele vrouw is lelijk. Nee, oké. Hé, maar ik moet jou wat zeggen. Jouw mooie man, jouw dede, jouw takruma, jouw libi. Alleen maar, hé. Johnny, wat zing je? Of Mitchell? Johnny, mijn baby, wat zing je? Ja, hoe dat zijn, ja, wat we hebben gezegd. Nee, ik kan zeggen. Hij was in de camera. Ja, want moeu, maya, want de Johnny, this man is. Ja, want ik wil maya, walibi. Goodbye tonight. Kakona, do tamara. We denk wat je meen. Ja, want moeu, maya, want de ja, want ik wil maya, walibi. Goodbye tonight. Kakona, do tamara. Yumaya wawoy, ya wawoy, yumaya wadede, ya watakru maya walibi, ya lima etide. Aruba yetu nae safonando tamara. Aruba yetu nae safonando tamara. Sige, what again? Yumaya wawoy, yumaya wadede, na watakru maya walibi, aduna yetu. Safuna brota mara. Ya wa moyu maya wa dede, ya wa taku maya wa di. Snel voor corona zijn. Ja. En ze nog wat corona daar. Ja, er zijn nog ontzettend veel reacties. Er zijn reacties, ja, nog steeds. Steven Chinaton zegt, ik volg dit systeem van nanotechnologie al een poos. En jullie mogen weten dat het ook in de atmosfeer wordt gespoten. Dus ja, je ademt het in. Klopt. Deze gen-nanodeeltjes dringen dwars door alles heen in je lichaam. Ook een 5G-systeem, hè? Kijk, waar, het is een systeem om het aan te sterken. Voornamelijk je immuunsysteem verandert het compleet en je wordt zieloos. Ze zijn achter je ziel aan. Duivels. Zo. Ja, dat zijn ze. Dat zombies hebben. Maar zijn ze dan niet oud? Mensen deze film en Mekite One Piece, daar heb ik nooit meer een zombie film. Deze film heb ik voor over een Santano, de meeste film zijn Mekina Santano komt zo. Ja. Maar dan moeten ze er vast sport toe. En dit is een reactie. Dat is wat niet zomaar. Nee, de volgende reactie is een reactie. Kijk naar die Squid Game. Oh, ja, oké, daar haal je wat aan. Dan gaan we over wat anders beginnen. Nee, we kunnen erover beginnen. Dat zijn wel echte dingen hoor, waar ze die kinderen gek mee maken. Nee, maar mijn kind, ik heb ze er mee gestopt. Ja, ik ook. Ik heb mijn kinderen meteen gestopt. Wat is dat nou? Maar is het te laat? Hebben ze al een beetje gezien? Hebben ze te veel gezien? Maar hebben jullie door, hè? Onze kinderen die zitten allemaal op verschillende scholen ver weg van elkaar. Kijken ze naar ander internet, hè? Ze kijken eigen YouTube-filmpjes, Facebook, whatever, wat ze kijken. Maar ze krijgen toch allemaal via de algoritmes die gebruikt worden bij YouTube en Facebook, krijgen ze een mix te zien die ze in common hebben. Net als dat wij ook vroeger dezelfde dingen keken. Ja. En ineens komen die kinderen bij elkaar, blijkt dat ze dezelfde liedjes kennen. Maar ik zie heel veel bij die dingen die omhoog komen, die aan die kinderen worden voorgeschoten. Want het zijn altijd degenen die hoog staan in de lijst, die ze dan gaan kijken. Die kinderen klikken. En dan wordt echt doelbewust wordt daarop geselecteerd wat die kinderen krijgen te zien. Ja. En dan zie je dat er bijvoorbeeld liedjes zijn die beginnen heel vrolijk. En ineens gaat het naar zo'n melodietje wat je uit de horrorfilm kent. En van die hele enge melodramatische dingen om ze depressief te maken. Ja. Is het jullie opgevallen? Want je moet die dingen goed kijken. Ze beginnen vrolijk en ineens wordt het heel akelig. Omdat de duivel moet in je worden misleid, toch? Ja. Het was ze worden opengemaakt ervoor, no? Ik word subconscious. Maar alles aan je, we zijn busy zijn en... Dat er een regering kan besturen kon, maar de enige bent dat ik bij mij op dat kan dat hij, als je wat denkt, een baas aan die spoor zit op hersen, en als je op hersen niet normaal denkt. Ik zie iets hier, Hugo Blanker noemt nu net op dat alle tot slaaf gemaakten recht hebben op de gronden die ons zijn toegekend na de slavernij. Niemand kan en mag het van ons afpakken. Sommige mensen zijn al grond kwijtgeraakt.
Ook zij kunnen dit met succes aanvechten. De rechter heeft uitspraak gedaan. Kijk op Adodiaal eigendom. Oké. Okay. Adodiaal eigendom. Dus dat is wat ik even wilde aanhalen. Maar er is nog iets, laat mij zien. En dat ging volgens mij over... Ik hoor van om alle religieën te onderzoeken en soms erover te praten. Maar dan ga ik een stukje van het hindoeïsme aan u voorhouden. Niet om bepaalde hindoes iets te... of iets slechts over hun geloof te zeggen, hoor. Want ik heb respect voor alle geloof. Allah san. Maar teer libin wa prilare samenleving, zei de mij halen aan. If you are living in a foreign toren en je denkt wat richting, en dat nou top Hindu man soort misreffie, dat je normaal besturen kon direct straks naar met verschillende etnische achtergronden. Je inzijde. En dat maakt het idee, we willen, realist we willen voor, bij Aula we willen voor moslim kandidaat, realist we willen voor. Christen trouwens, we willen voor kan de winti of weet je maar. De betekenis van de 10 stokken met de rode vlaggen verbetert gij mij als ik een fout maak. Met de rode vlaggen wat je bij de Hindustanen ziet en de langste stok. Ik vind het heel interessant natuurlijk om dit te weten. Je ziet bij vrij veel Hindustanen staat er bij de voordeur in een hoek. Op of het erf of hier in Nederland in een grote bloempot die stokken met rode vlaggen staan. Stok 1 om je leed en pijn te vervangen. Durga. Een god. Stok 2. Rijkdom, voedsel, kinderen. Stok 3. Leren, kennis, vergaren, leiderschap. Stok 4. Voor leiderschap dan... Hoe leider... Stok 4 echt weer stok 3 weer bijzetten. Stok 4, overwinning tegenstander. Stok 5, als je kan volhouden bij stok 4. Stok 5, gezondheid. Stok 6, politiek. Stok overheersing andere nationaliteiten. Stok 7, rijkdom, respect. Ontvangen van andere stok 8, al je menselijke wensen en vervulling doen gaan. En die kunnen verschillende menselijke zijn. Van mens tot mens. Stok 9, bestrijding van het kwaad. Vind ik goed. Stok 10, grote stok. Stok 10, grote stok. Vaderfiguur over alles. Waak en kijk wat er gebeurt. Stok 6? Stok 6 is politiek overheersing en over andere nationaliteit. Oké. Okay. Goed hoor. Interessante stok. Dus de zijn verwerkt in bepaalde instellingen die wel in een ivoren kern zitten. Waar kan ze gebruik maken? Niet van de goede stokken. Sommigen willen maar 3 of 4. Ja, overheersen. En dat zijn dan bepaalde goden die ze aanroepen. Dus dat wil ik dan even weer zo kwijt. Wij gaan door. Heel veel mensen hebben gereageerd op het vorige wat net gesproken is. Ja, zal ik graag precies. Even... Oké. Shiny Love die zegt... armoede is een mindset. Je hebt gelijk. Armoede is gecreëerd. Volgens mij is het naar Hans Paters, nee, ja? Amikwakoe. Oké. Okay. Ons schoolsysteem zorgt ervoor dat je werkt voor een baas. Je leert niet over ondernemerschap, waar je kan doen met geld, investeringen, en dan gaat het even springen, Bitcoin enzovoort. Dat is wat Shiny Love zegt. De heer Erik Orlando Belfort, toen die opmerking die we niet begrepen, hij zegt, die mensen kunnen wel vaccinaties promoten, maar ze moeten het ook eerst zelf gevoeld hebben voordat ze het... Dat gevoel bedoelt, ze moeten zelf ook gevaccineerd zijn voordat ze zo gaan prediken. Ja, ze vaccineren niet, want ze zijn van het kanker. Ja, ze weten niet hoe het... Ja. Shiny Love zegt weer, sommigen zijn bang om de tweede prik te nemen. Ze zijn zo ziek geworden na de eerste prik. Mensen zijn vreselijk ziek. Wij weten het, en dat weet dan, Jeannes, maar er is een kiesje komen. Ik kan naar zieke ding denk. Ja. En ik kan tegen een herprik met dressie pura, herprik in je skin. En dat kunnen we, kan dat naar een brad kan voelen. Ik hoop dat jullie goed horen maar, wat Tabassi Ramon Magnak zegt. Als je dit net op een of vier boom, kon ik op een boom of zo dressen. Nog niet zomaar wat zijn dringen of zo.
Maar ga ook niet mixen, hè? Niet ga niet mixen. Alles moet gaan gebruiken. Nog gebruik meneer A, meneer B, meneer C. Oh. If je ga meneer C, dan ga meneer C. Maar wat maar wat u daar zegt, bijvoorbeeld u heeft geweldige dressies, de ene tumor- en prostaatremmer en de cel- en herstel. Stel, er zijn meerdere mensen die osteodressies maken. Wat als iemand die denkt van, oké, ik heb die ziekte en ik wil beter worden. En die koopt bij meneer A en B en bij u, meneer C, of meneer Tawasira Magnak. En die gaat, s'morgens drinkt hij die, s'avonds drinkt hij die. Dat bedoel ik, je moet niet mixen. Maar hoe werkt uw medicijn daarop? Je zou ook niet met een je gaat ook niet met tabletten doen. Er zijn drie internisten. Medicijnen zijn wel van elkaar, medicijnen. Er zijn stoffen erin die in het oefening komen. Ja. En Midresi heeft ook een geestelijke achtergrond. Dus u raadt het echt waardoor af? Waardoor ik je dat niet aanraad. Ik misaf je ga meneer aan alle respecten met Libio. Dat, ja. Jouw keuze. Dat is jouw behandelende arts. Ik ga met in een zaak tenslotte zijn Dresi. Als je gaat dat raad doen, dat raad behandel je. Misaf dat misaf dat puur uitkrim je. Ik kan drinken Midresi, maar met tijd dat ik dat raad check je. En aan de hand voelt even dat raad je verbeteren, dat raad op dat één Dresi, dat Midresi wil door het delikje stop. Maar als je weet dat je een sangotonse farakbaar dan moet je zeggen dat je dat nodig hebt. Want niet aan elkaar doen. En sommige mensen liggen en sommige mensen, de lady dat de lady dat is daarmee dat de one you bring. Sommigen zijn radeloos en nemen alles wat ze maar kunnen nemen. Ze willen aan het leven vastgrijpen, maar dan heb je dat ook naar zand. Maar als je naar zand is normaal, dat moet je zich telekie komen beter. De heer Steven Chonaton over de films die echt zijn, zegt vooral de Transformer films. Ik ken ze niet, maar ja, hij zegt dat... Ja, ik haat die films, man. Ja, ik ken ze niet. Er is een speciale reactie voor Tabassi. Even kijken, even naar boven halen. Het is van de heer Banetti. En hij zegt als volgt... Oche webasi op ja bri konton bri. Nanganevo sai si nanake dwa manke jampong jou... Mio wou kokro boezudai. Dau kema da si safu nintie. Ofasi konton bri. Basi meta, tatayali. Basi alfu, basi webzai. Na bala bala na community. Swahili. Ah, Swahili, bobo. Yo kodai fampa, onpa na kufulu wangu ogete ofu jani. Hili wa mambo ina mambo, hili wa mambo ina kobashi ni ubalo la gini, ubalo la secret. Baba neti. Ise ke mambe baba neti. Ma na bala bala community. Na sefte ya. Na wa mama bobi kumamba. Wa mama kuba bobi bobe kumamba wa mama kobe bobo sanda. Ya mina shi kama sefta kada ta ta kibika. Awa wi guru wiru wa su wa mama bobo dingi bali. Yes. Wa mba ka bwa sa tu ba Afrikaanza. Suma de sokros be ya nati ya. Ah sa ne pa sa ja so. Maina mso. Nee. So. We hebben het zo bakador. Zijn er politieke vragen? Zijn politieke vragen, ja. Ik heb politieke vragen. Mensen gaan hier nog allemaal door met het vaccin. Maar we kunnen dit stukje even afronden en dan klaar met het vaccin. Ja, dat gaan we daar. Oké, Jo van Hoft zegt, voorbeeld over mezelf. Ik ben niet dom, ben nog steeds niet overtuigd hoe goed het vaccin is, maar ik heb het genomen om mijn baan te behouden. Ja. Zie daar de druk die op je gelegd wordt. Dat is verschrikkelijk voor deze mensen. Het is niet dom, het is machtig. Maar men moet samen bundelen, zonder een bedrijf nog kan draaien. Onthouden jullie dat. Allemaal op de straat, kijk even een bedrijf voor draaien. Basie, maar u zegt dat wel, maar American Airlines heeft 700 zoveel mensen gewoon ontslagen, omdat die niet wilden werken. American Airlines kan zich dat permitteren, maar de bedrijf kan nog maar permitteren. En de Trump is namelijk mijn eigen. En wat was wat heeft net maar fijn zijn. En dat zijn arbeid edu. Zijn administratie van arbeid edu. Perende. Die hebben op die arbeid wel langer door. Want het is nog steeds niet verplicht. U heeft het over minister van Arbeid. Nou, wil ik even een vraag stellen. Die vaccinatieverplichting die ze willen doorvoeren is in samenwerking met het ministerie van Justitie en het ministerie van Arbeid. En dan heb ik een vraag voor u. Hoe stelt u zich en wat voor scenario stelt u zich voor? Ze gaan het verplichten. Denk je dat er een busje gaat komen, mensen verplicht te vaccineren? Of dat met mensen echt op straat getest worden? Zo, iedereen die hier langs rijdt. Nee, maar hoe stelt u zich voor? Denkt u dat ze, dat ze daartoe in staat zijn? Als ze dat gaan doen, laten we ze alvast waarschuwen. Busje weg, busje verdwijnen. Busje omkantelen, busje smelter. Je kon dwingen. Waar je rijdt, kon je bijvoorbeeld dat je kon dwingen is maar vaccineren.
Maar wat denkt u dat... Let wel, denk aan kom, maar wat vaccineert denk. En wat denkt u van controles langs bepaalde punten, dat iedereen gestopt wordt om te kijken of je vaccineert, ja. Anders mag je bijvoorbeeld geen gebruik maken van de openbare wet. Denkt u dat het zo ver kan komen? Dan kan, ja, openbare dat, weg. Dat kan ze doen. Ja? Nee. Het kan niet? Dan bost Suriname. Lucas heeft zijn naar Italië. Dan bost het. Ja. Dan bost het. En dan... A regering is nog horen voor. Want als deze massa wan komt, wel niet wan doen is maar. Deze heeft nog een vaccineer. Yeah. En genoeg maar deze wan komt. Maar soms maar wan komt om te tron, de noem wakka abras maar bakken of de situatie. En daarvoor, ik zei jullie, meneer Belfort boom, a boom in zij doe, maar a boom doe een bepaalde sani. Sambe tell you. Ja, ik hoorde hem vandaag live spreken. Ik hoorde hem vandaag live spreken bij de TV Express. Hij denkt erover na. Dat idee is er. Nou, ja. I'm dreaming. Dat idee denkt erover na. Tamara, nee, om een partij te openen. Dat het een goed idee voor hem is. Ja toch? Ja. I'm dreaming toch? Hij verdroomt dat hij president zou worden, toch? Juist. Ja. Meneer Belfort heeft een manier om politiek door te voeren. En denkt dat hij alles maar goed in een bepaalde chip. Ik vind hem goed op bepaalde vlakte. Ja, maar hij schrijft op een fout naar een misstap. Hij doet en hij doet. Ja. Omdat hij wil kiezen een krap dag. Hij moet hem voor. Hij lijkt voor weer. En ik kan tegen. Maar mijn vrouw wel voor nog een beetje autobedrijf. Die hebben de energie. Het is een beetje boom. Nou, die is ook op bepaalde smaak energie de automoro. Mijn contact zijn boom boer. Men is op de auto go of samsa, maar met milip dati, na takrukare cha takrupiki. Na politiek teruggaan, ik zou de mevrouw Diana Pocky willen aanraden om een zachte landing te creëren bij Beb. Gewoon terug naar Beb en dan krijg je een zachte landing. Bakasa den Beb. No, sa makai hori so, dat ben je meken. Ik ben er voor op een partij, sa riko veni. Abab is half ver en Abab betekent dat op no maar. Maar Abab heeft ook geen optie voor meneer Abab, voor meneer Belfort. Niet meer, hun belangen zijn tegenstrijdig. Abab Poring en Abab Poring, laat ik weer. Dus de man in Belfort moet doen. En ik ga op een partij, en ik ga meken. Ik ga op een partij die ik hoor in Bakai. Van ik ga NDP, ik ga NPS. Dus ik heb wat evenwicht je creëert ergens. Maar vind je het een goed idee als hij zijn eigen partij opent? Nee. Maar dat zeg ik al, het gaat niet werken. Okay. Je praat, en dan ik hier een blakke man. Een wat duizend partij. Maar hij gaat zichzelf te gronden richten daarmee. Oh, brok en schreefie. Dan gaat hij drie zetels of voorzitter zo hard aan haar ding. Want hij brok en abop helemaal. Ronnie gaat toch een paar zetels hebben, mis wat drie voor. Maar in abba IT moro. Voor een beetje partij abbi van Oudu. Ja dan? En dat zijn kampsa. Deno abendo, deno abemoro. Ala sa maka, if ano di beb de stem sinka di NDP. Ala sa maka. Isi sa nendo ala sa maka, fanyen broko sa maka, saka sa maka. Ya. Trol na moro bigi stem. Eme tanfet di dena opo palsani, on dat let duanga letina mafobia. Well, denka, make Belfort, emi mem, tegu dat Belfort of folk de stappen disi. En... Nou, in de stem, ja, dat kan ik soms gewoon zijn. Maar het is te doorzichtig en te licht bevonden. Het is wel gewoon en te licht bevonden. Heel veel goede dingen, maar dat is niet genoeg. Juist. Als je de bel voor weet, dan heb je een toekiet idee. Dan ben ik met een auto. Nou, heel prettig dat je een tapo met Sirene, met een auto, met een lijf wakker zijn. Hoe zou je dat doen? Met een broodje tapo. Op het laatste in het parlement. Na een school waar je je zijn exit. Ja, dat is al dat is aan het demo. En zo, ik zie weer oké, meneer Van Gogh, gedekte professor. Wat combinatie vind ik uitstekend? Want BEP nooit NDP en NDP nooit BEP. Dat is een weer tak jazo. Ik kan wat anders. En dat van een push voor Adin. If NDP kon niet, die hoort Adin de voorzitter. Nou, met weet leg hoe uit dat nou een basi met die basi. Daarmee het thema van die dat die basi het dan basi. Basi na basi mis wat hij doet. Va, meneer Bouter zegt dat hij is een geboren leider. En met contra leider. Hij is koevida leider in Kong. Ik denk koning. De noem wel hoe dat
eigen belang, dit wan pot dat, dat wan pot dat. U pus a wang kon wang wa fesi. U meka boy, si de man botaki, we meka boy. Amai golek voorzitter. Ma dat no wantaki amangus golek president direct. Ja, liba oud voorzitter, meka trom president baka. Na 2-3 jaar, if I want that, as kwef da meki adentiki apresi. En vroeg vlak wat adin part asani. Wa misika badape, goed voor een paramens voorzitter. Want hij gaat het rechtvaardig doen. Hij heeft dat in zich gezien zijn geestelijke achterban. Dat doet een B niet. We hebben toen niet gezegd ABC dan dat soort van dat. Maar B in elk geval doet dat niet. Hij is rechtvaardig altijd in zijn handelen als paramens voorzitter. Maar wat combinatie zijn met die gevaarlijk mooi. Als je rood kan hebben, dan moet je nu aan zijn toe. Sowieso. Wat Edgar de Kan is een potentiële vice-presidentskandidaat. Konboy dat pe. Rust en eerlijk. Rust en eerlijk. Integer. Ja. Integer, ja. Edgar de Kan, hardwerkend. Ja. Samen met Adin Lik en die combinatie. En ik kan tegen zonder of nanga NDP of winnie. Omdat iedereen zie een fout uit ba. Met dat na alle dingen, met dat na alle bevolkingsgroep. En alleen na in alleen die hoe die na politieke sanik ba. Na scheen in kleur, maar ik hoe die na strik ba. No hun stani, no Japanese, no Sneesi, no buskondre, no kon fotosma, no boru, no dati, no wasman wa ye next vare kere moro. Awasan sari barbe. Mwerte bauta kombaka, mwerte bauta kombaka. Omdat in alle partijen ja wans, ter se op a partijen. Wat als Abina is een uitstekende persoon ook, zou ook goed zijn voor een fractieleider, maar dat voor ministerpost, een sociale post zou goed zijn, maar ook dat voor parlementsvoorzitter zou heel goed zijn. Hij is heel intelligent, als Abina. Als die man praat, hij dwingt via Arken. Maar je hebt ook een Stefan Chang, je hebt de Maliki Boufa, je hebt alleen mevrouw Friedsam, is een heel sterke, maar zo'n man speciaal, ja, parlement, in op de bed dagudape. Dus in het acte man op boom. Maar op de bedag in het parlement, niet letterlijk hond bedoeld hoor, ja. Maar het zijn de mensen felle, die de drijfsferen, ja. Ja. De mensen bieden weer staan tegen, zeker de mensen die denken dat we op onze hersens zitten en op ja. Onze hersens staan zoals Yogi en Gayadin en dat soort figuren. Het is, voor mij zijn het figuren. U praat over de heer Yogi, ik ben benieuwd, hij is onlangs in opspraak gekomen, we hebben er ook over gesproken. Volgens mij ben Gorjo Taktori over zijn reactie op de heer Waki. Dus dat hij lachte, of hij vindt dat hij lacht. Dat hij belde tijdens het praten. Want ik had de vraag. Wat is de vraag? De vraag is, hoe vindt u dat men om is gegaan met zijn gedrag? Moeten er reprimandjes komen, is dat woord? Ze kennen dat niet. In de VHP toch kennen, het bewijs in borst. Ja. Dit is maar eens elitief, dit is refi. Zulke mensen kunnen nooit een soort plurale samenleving zo abi van multi-etnische samenleving. De normale regering. Omdat ding de soort. En daarom kan de vragen, de tienstvragen voor het hindoeïsme. Ja. En deze mensen zijn niet voor alle tienstokken. Yes. Ze zijn voor een toren daarboven. Het zijn niet alle Hindustanen. In massie overzien, alle de bevolkingsgroepen, in nap daarboven. Lek van bouter, ze zijn kankar, alles makkaar. Maar ivoren toren kan ook alleen bij de olifant, toch? Alleen bij de olifanten. Ja. En daarom noem ik ze de mensen van daar. Ja, en niet alle gebestaan zijn eens met ze. Juist. En meer aan procenten bakken verkiezen, die gaan lassen. Eigenlijk 45% de lassen bakken. Heel veel schamen zich. Heel veel gebestaan schamen zich. Ja. Echt waar. Maar het zijn ook zijn overstandige mensen. Ze hebben zo afgewerkt. Hun staan in Jimmy, tools van hun handel in bepaalde zaken. Want wat die mensen nu doen, als ik ze geven, wat meneer Pater zegt, ze geven de mensen een slechte naam. Dus wat hij zegt, die kinderen leren allemaal goed op school. Ja. En dan komen ze als hun staan ergens te werken. En mensen kijken ze zo aan. En ze, oh, je hebt zeker een vriendje gehad, je hebt niet hard gewerkt. Ja, want precies. Iemand heeft je omhoog geholpen. Of ik ga het woord niet gebruiken, een coolie, dat zeggen ze dan. Ja. Maar mensen kijken daar echt... Yes, maar ben je discrimineerd. Discrimineerd, ja. Wat is vervelend. Ben je discrimineerd, ben je discrimineerd.
Terwijl aan alle Hunistanen dit zo. Het werk op Akata heeft geleerd dat niet alle Hunistanen zo zijn, want... we krijgen veel Hunistanen twee keer per week is het... En ze moeten ons hier verwennen. En van overal komen, overal komen ze, ja, ze verwennen. Saramaka, Nikeri. En als ze ons volgen. Ja, ja. Nu volgen, waarschijnlijk was... Kan de morgen Hunistanen like Blakabuba die volgen. Ja, is mogelijk. Ja, wat dat betreft. Eigenlijk om te komen op politieke partij toe. Ja. Never aan Onusani. Kan niet. Onusani naar Froko die bedinsma. Naar dinsma. Ja. We din Ayeye, we din Gado, we dressisma. En dat wil je Johnny. Ja. Dat wil je Basi Alfu. Ja. En dan daardoor abu u positie pou de en pou mustang. Ja. But, don't worry. We abu koude ne. We yaten is a sapsane. Sane! Bottle! Nee, bottleneck. Wat jij ten dus op zijn bottleneck. Maar Tabassi Rahman, u zegt net geen politieke partij, maar waarom geen politiek onder de Sweri? Ik bedoel niet Sweri... waarom geen politiek bedrijf, maar waarom niet dat er een Sweri staat boven de politiek? Dat houdt mensen in toom en laat ze gewoon goed gedragen. Om de, precies, ja. Daarvoor is de Sweri niet. Ja, alleen nee, maar dat zou toch beter zijn? Als te handelen. Nee, aan alles maar wat geloof, maar alle geloof die respecteert ze leven, ja, heeft de eet afgelegd. Oké. Okay. Nou vergeet je, die eet is er. Die eet is er bij de met assembleeleden en mensen, ja, die respect voor zich hebben. Ja. Assembleeleden, zelf een minister-president en een president met wat eet, dus met wat schweren. Ja. Lid bij de meka eerste die schweren, lid bij de brokken schweren. Ja. Op dat moment, op datzelfde moment in Brokken. Niemand heeft ooit daarna gekraaid. Niemand het moment gezegd. Dat die Bordeaux lang go to Jideng. Ja, Biden ziel. Ja, klopt. Je sana awards als je er zat in Mekdape. Jij zult geen enkele... Je mag niks... Middel of... Ja. Ja, je mag, ja, dat is een moeilijke term. Maar je mag niet toe-eigenen wat niet van jou is. En, je mag niet zomaar iets krijgen. Maar, ja, ja. Ja, geen middel of belangen. Want je werkt voor het volk, ja, en anders kan het belangenverstrengeling. Ja. Ja. Geen gif, geen enkele zijn. Waardoor lang het ook goed die erin grap en die hap. In Nederland als je voor de overheid werkt, dan krijg je dat per mes heb ik voor een ogen boom. Die de Bordeaux, waarom ze de kosten dat den ogen. Want dat Bordeaux nog gaat scoren, maar Bordeaux op verstaan. Want zonder scoren, open voetbal zijn, open data, open zo. Ik gebruik die zin, maar de maat niet, ik gebruik nog die onder druk, you know. Maar Bordeaux haalt elke keer... Ik trade die boy, a pet bowl voor zijn intentie, maar ik had gewoon liever herders, schaap, liever jungle-achtige. Herders. Ja, en ze koste en attack nog boy, minister-president Ifaya in Sayedu. Nee, het is geen herdershond, want die herdershond was toch Achim Brassin, die zei dat hij zijn herdershond was. Nee, ik ben tegen dat even een pet bowl. Daarmee, dus hij naar mij ging. En hij naar bloed achtergehonden. Volgens mij zei de heer Agaia, maar de in elk geval, ja. Hij heeft duidelijk laten blijken dat hij aan de dingen niet vast had verwacht te zijn. En iedereen had iets anders. Zelf hun staan in de partij dichtbij hadden iets anders verwacht. Ja. Maar niet dit soort regeren. Nee. Niet naar niemand luisteren. En wat dat ding betreft. Ook die mensen moeten vaccineren en die zeggen dit eraan. Ze hebben er ook eraan. Ik denk dat ze meer empathie hadden verwacht. Weet u nog bij de verkiezingsuitslag dat iedereen zat te kijken naar de televisiebeelden en dat de heer Rusland, dat die Hindoestaanse toppers om zich heen had zitten terwijl die de uitslag luisterde? Er zitten ook Hindoestaanen in de NPS. Ja, volgens mij... Er zijn Hindoestaanen in de NPS. NPS is een beetje multi, maar geen enkele partij is zo gemixt als de NDP. Nee. De NDP kon nog aan dat. Ja. Alles maar ben kan bondroek houden. Dat was hier aan. Ik heb een vraag voor u. We zijn toch politiek bezig. Hoe denkt u, hoe kijkt u naar deze etnische groep, dus naar een etnische groep zoals de VHP? Vindt u dat ze in staat zijn een land te regeren als ze zo etnisch zijn? Absoluut niet toch? Nee. Ja? No. Nee, man. Maar dus nu heb je het over VHP, maar de heer Brunswijk, die zei dus ook, alle Ninge moeten bij elkaar komen. Stel, en partij aan de hoer, alle Japanen. Hij takt en zo, dat alle Ninge moest komen aan, maar aan Emine. Oké. Ja, aan Emine, en samen takt voor VHP toe, aan minister voor dat ratori, aan horen ze de vitak en aan hun adviseer voor haar regering. Ja? Aan noem ik bepaalde wetten. Ja, dat mag je bepaald. Dus aan hoe bepaald werd en aan hoe een besluit samen op zich. Dus dan kan maar horen ze dat naar stem, de stem potent dat Oké. Ja. En naar stem, de stem, de stem voor een pakken.
De beslissing komt naar president en minister-president. Ja. Maar minister-president is niet de betrekking in deze zin. En dan denk ik wat aan jullie gevoel. Als een passeer de kop aan de winkel, wat aan de relatie. Terwijl de mijne geen zelf ook. De mijne geen zelf voor jou qua ding. Ik kan ook niet meer maken voor Winnie. Nou, ook dat hij drijft collectief Brussel ding. A collectief Brussel. Ik kan pas de boren, maar trap de boren toe. Yo, trust me, if so, ma tem kit mi sirepi mo dry ena mo luki. Da yo si se trusi fa mo nengi trufe na o mai trusu. Tem bar ma nengi ye tro. Uma. So. Dan. Une su kufeti. No, no. Ma om heni kasten sal ben taki. A yembe ne mu kai ma ifa yembe kai da sonte la sonte sonte nana. Stephen Chinaton die zegt. Die hun staan volgt jullie omdat ze hun geloof kennen en herkennen in de Winti. De Creool, oftewel de Blakkaman, niet volgt een ander, die volgt een andermans geloof niet. Zo. Wat? De Creool, oftewel Blakkaman, niet volgt een andermans geloof. Jawel, iedereen volgt wat hij wil, maar de hun staan weet precies wat hierin zit. Aan het T6 vindt. Maar niet de hun staan alleen, nono meer ook iets voor zijn volk en. Dat verschillende afstanden voor grond tapu, dat ook al sabi. Maar sadens is mij sadens en vergeten. Alles komt uit het eerste soort mensen dat gaan meekijken dat na een blanke man. Ja. We zijn niet beter dan de ander, juist waar we gediscrimineerd. Dat ik doen. Maar ik moet uit mij. En het bewijs is ook medisch bewezen, wetenschappelijk bewezen. Ik moet uit mij. Want blanke vrouw met alle soorten op tjaar grond tapu, omgekeerd niet. Zelfs alle talen komen uit die. Alle talen komen uit de eerste taal. Alle talen komen uit onze eerste taal. Te met trotje maar dat ze kunnen babbelen. Poen nu maar sala, nu gaat het sala. Nu cheu. Daar moet dama is, dama in, dama van mij in, dama kutawo. Te met trotje van ibo, abanja tongo. Dat zijn tena zijn te me basse tutu. Prefaar bouwen me basse tutu. Dan na fossie tongo die weet dat kibia. O konto mi voor dat bi konto. Bifo jelwa do jelwa tando. Te no ten kisibia we. Afara tus tus de jeef ding. La stand den serefi. Maar dens ma de pora kondre, dem sa taka kondre o draai lo kudeng. Binnenkort. Is nog een kleine opmerking. Met dat belera, met dat binnenkort. Binnen, oké. Okay. De heer Steven Chinaton die zegt ook, als Sabina mag VP worden, dan kan hij achter de onroerend goed belasting aan. Daarvoor moet je prima. Ballen hebben. Ja, als Sabina zou ook goed zijn als VP. Maar met de, iemand als echt de kardifkan. Maar hij heeft maar een positie aan functioneren. Hij is heel integer en sani. Ja. En ook Ronnie Asabina. Maar Asabina zou ook goed zijn als parlementsvoorzitter. Ja. Daar zou hij heel goed zijn. Ik denk dat hij wel goede rust kan bewaren. Ja, hij is heel en rust. En hij dwingt respect af. Hij dwingt respect af. Ja. Maar ik ben echt teleurgesteld in meneer B. Omdat hij een ontwikkelde man is. Maar ik ken zoveel verhalen. Maar u bent ook verwend. Scoren ne purdo ni. Dat ik hier meneer B. Ja? U bent verwend met mevrouw Simons. Dat is het. Met mevrouw? Met mevrouw Jenny, je bent verwend met haar. Ja, zij heeft het zo lang goed gedaan. Ja. Ze heeft de DNA-TV gedaan. Ze heeft echt. Ze heeft de ladder hooggelegd. De DNA in de 21ste eeuw gebracht. Meneer B kan het niet bijhouden. Dat bedoel ik. Want wat mevrouw Sinaas heeft opgebouwd, als jij daaraan komt, dan ben je hebt hulp nodig van de psychiater. Ze hebben geprobeerd, maar het hebben toch. Maar mensen hebben het niet over mevrouw Simons, hè? Nee, ze is ook een topper. Ja. Zij zou ook hetzelfde werken. Ze had gewoon moeten aanblijven. Ze hadden dan niet eens moeten weghalen. Ik zou er precies bij voor de zondag willen plaatsen. Ze is arts, hè? Ja, ik zou daar willen plaatsen om te zien alleen van ego. Ja. Vooral om ons uit deze rotzooi te helpen. Juist. Samen. Uit deze rotzooi te helpen, dat zou je dan een vrouw zien. Iemand met ervaring en ballen. Ja, en is een vrouw die veel heeft meegemaakt. Ja, en ze kan altijd met Firwansari. Een soort Surinaamse Iron Lady. De Surinaamse Iron Lady. We kijken dan één manier, hè? Want er is gewoon maar één manier bij die anderen. Ja. Dus ze kunnen bekijken, terwijl er duizend wegen naar Rome gaan, kijken ze. Deze regering kon uit El Avecapurcela uit Assan, maar zeker Assan zal de Noa Europa samen gaan trouwen. De Noa Tieskunde uit Trabak zijn. Met geld, één richting. If you go, if you, Lucas, zo, Libby foto man, maar ik zie Samaka. Ik heb ook mijn konis, maar dat weet ik. Behoorlijk veel. Echt goed. Intellectueel. Hoog opgeleid, echt. Die Eddie Youssef zoon, de taknen tapu. Want dit is maar je wiswas je te, ilau. Dat ben ik. En trouwens, ik ben breed. Maar ik ben ook een gadokaren. Maar ik ben ook een gadokaren. Dat is waar. Ik ben ook een gadokaren. Dat is waar. Het is een feit. Nou, tijdelijk presoede. En alles aan de jolie naar bakken.
Tabassi, één vraag heb ik. Vindt u dat deze regering oppositie nodig heeft of maken ze zelf al genoeg kapot? Meer dan de oppositie. De oppositie hoeft alleen maar stembewegingen te maken. Want we zien... Ze kunnen niet in een echte man-to-man discussie met de oppositie. Nee. Ze zijn niet opgewassen. Want we hebben nu gezien wat ze doen. Het enige wat ze gaan doen is terugwijzen of beledigen overkomen. Juist. Of de roep politie en voetbaltjes maar naar door. Ja. Maar ze kunnen niet tegen de huidige oppositie. Want ondertussen de criminaliteit stijgt. Het enige wat zij kunnen is bijvoorbeeld, oh, we gaan hard optreden. Maar ze vergeten dat zij veroorzaken de van deze hoge criminaliteit. Ja. En dan gaan ze zeggen, we gaan streng optreden. Maar dat kunnen ze niet eens. Ze gaan symbolisch iemand afranselen. Van we hebben hard opgetreden. Desmaar naar binnenland. Vader is maar Elibi en Hemas, maar vader is Hanna. Alles is die mal hoger dan in Frans. Ja, ook als benzine daar. Vader is maar Elibi met Gado met Massa. Nee, in het binnenland, daar is het gewoon nog veel duurder. 100 SRD? 100 SRD voor... 6 liter benzine. Hier hebben we staan. 6 liter. Ja, 100 SRD, 6 liter. Nou, dan dank ik dat ze. Ik moet even wat raar zijn. Een president zou op de handen, toch? Sinds dat een president. If een worker zo voortangen dat sinds dat de president, lijkt een oud president in het binnenland of Guadoro en Sali, met Chechim en dan weer een per tap minneke. Want Bouto zijn moe continu, à la CI. En dat is hij. En dan trof ik gewoon Jamisa, Alice en Abita, weer een jonge man. En Jamina nou. Dat is de capaciteit. Alle dan de president, nou. Als ik was dat a president zo had nodig. Nooit. Over de heer. Maar daarom zeggen vele mensen ook wanneer ze vaak op TV komen van laat de president nu komen lopen. Ja, nu aan koken is zo. Dat nu was je zou aan. Amang want tak a bilans moet stop was hij zei die een. Ja, zo erg. De wadi moet stop die een. Dat zijn de punten die hij moet maken als president dat nu. Ja, respect ik hem volle. Ja, toch. Maar wat hij het niet heeft, hij kan het nog niet bedenken. Misschien is dat het. In normaal gebruik heeft hij een abjas in normaal gebruik. En hij wordt waarschijnlijk ook... Goed geadviseerd. Door zijn Engelsachtige... Ja, hij heeft hele goede adviseurs. Maar echtgenoten. Als mens. Echtgenoten, ja. Is empathie nog? Empathie, ja. Aanvoelen wat anderen voelen. Je kunt nog ver denken of gevoel hebben voor je medemens. Ik bedoel van, hoe ik hier zo zit, zo denk ik. Ik ga geen portie eten voor me hebben. En mijn buurman heeft niks te eten. Dan ga ik alles gewoon zitten eten, omdat het van mij is. Als mens ga ik me van binnen niet goed voelen. Ik denk dat de president zo ver denkt om te denken van, hé, wie is van fassie, afvallig in pina. Je blijft drukken. Ja. Kijk, ik begrijp dat we in een bepaalde positie zijn, maar hoor je rekening. Omdat er zijn ouders met 5 kinderen, toch, die huur moeten betalen. Hoeveel moet je nu 100 US betalen? 2000 zoveel. Ja. Voor een kamertje. Je hoeft het niet bij die 5 kinderen te zoeken. Elke ouder heeft het nu moeilijk. Moeilijk. Met alles. Het gaat nergens over dit. Tegenwoordig mag je ook niet naar Sanderij rijden zonder een vaccinatie voor Potwans. Maar Potie, dat ben je naar Bok voor Sanderij. Misschien is het een commercieel idee om een afdroppunt te geven. Maar na het systeem moet je gewoon onderdrukken. En verdrukken ook komen, maar ook moeten eruit. Draaien moeten eruit. En rest. Oké, daar. If de mapota wet zo, de arkeren DC, de tak bouten ze, het draait akkoendrelijk dictator. Ja. Maar zomaar na dictator, no. Juist. Ah, politie staat zijn de abi. Na de dictator. Zomaar na dictator, no. Want dat if je pot wet zo tak sandrei, schrijf bij mijn saka wansma, of mijn tek wansma, dat if je no vaccineer, mijn no mag doro dat bij. Wat is dat? Ja, dat is de rest van de follow crew. Ik doe niet psa. Hola, schrijf mijn pot desan dat bij. Ik doe niet psa. En nog sterker. En na oorlog Jezuko. Ik ga oorlog Jezuko. Ja, Odin, oorlog bijkelijk. Maar met welke woorden zijn we weggegaan bij de minister van Volksgezondheid? Willen jullie dan de osteodressen die jullie hebben voor weerstand, willen jullie die laten onderzoeken op grote schaal? Wij met z'n allen ja. En we zaten op één lijn. Er moet betere wet en regelgeving komen voor de medicijnen. Ja, maar een goed gesprek daar hoor. Dat maar goed we dachten.
Okay. Andere organisaties hebben het ook bevestigd, ook mensen die grotere instanties zijn op één lijn met ons, maar Lucas Assemstaat administreert Blading. Hij zei niet meer met mooie woorden en je hoort niks meer. Hoe vaak hoor je niet na een volks... Als, een als ze zien dat het iets dreigend is voor hen, als die bom... ze dit doen, dan is mijn kapie af. Ja. Eerst duurde het lang voordat we wel ontvangen. Maar Saptaki heeft de voorzo dressie. Heeft haar kopie de je paar vallen. Uroko, Monio Miki. Met mij tegen de reel. In de laatste tweetje die zie. Zeker, en het zijn officiële gevallen, hè. Yeah. Voor corona, dit is massan, en last blok weg, hoe je hebt de en de talibi. Ja. Yeah. Een longe bos ding, brasa ding, maar hoe dress je roko en de talibi. En een wang, en een toe, en een drie. Want aantal sma, want de wans massan kan de toe drie sma dat bijna osso sani. Misschien moeten we weer ervaring van delen. Smassan, pardon, de osso. Toch ook kies de napubaka en de sma kan bevestigen. Misschien moeten we weer ervaring van delen. Smassan, die denk dat we ook graag dat hij ook nog onzon. Maar nu aan die dat er nog kan in. Hoe je hebt de en en de komboom. Dan net als massang na eventjes de babje weer standaard in zani. Mas massang bij last blok weg ba. Ja, zei die nou ook aan de dressie. Ja. Zijn dan een van de beste zijn. We konden zonder zani met Mohana erbij. Klopt. Want je zegt dat dit is politiek vernietigend laten. Ja. Dat is waar ze het wel vaak over hebben. Die public-private partnerships. Die mooie woorden die meneer Santokki ook gebruikt. Hè? Public-private partnerships. En dan komen die investeerders komen naar hier. Maar die meneer moet eens goed luisteren naar wat hij zelf zegt. Er zijn public-private partnerships te bedenken. En dit is er één. Dit is één van die voorbeelden. Maar omarm het. Doe liefdevol. Doe niet zo eenzijdig, eenzichtig, kortzichtig, dom. Echt, ik vind het heel dom wat hier gebeurt. Want Suriname is het groenste land van de wereld. Kan gewoon als groenste land van de wereld de groenste medicijnen die ze hebben gebruiken. Als het op een goede manier gaat. Maar je moet een leider hebben die ervoor gaat. Ja. En als het daar nog niet eens begint, ja, dan houdt het op. En dat vind ik dom. En dat wil ik echt zeggen aan de president. Doe niet dom. Kom op voor je land, voor je bevolking. Gebruik de kruiden, de grondstoffen die je hebt om goed te doen. Doe dat goed. Doe goed alsjeblieft. Want de mensen sterven. Probeer te doen wat je kan doen, president. Alsjeblieft. Als je hebt niet dat je goed bent, ja, die je bent. Even een opmerking van Amazon Queen. Het is, ze zegt, Basie Ramon, pa Desiree Delano Bouders wil niet meer. Dat zegt zij. Dat zegt zij. Dat zegt zij. Ik weet wel beter. Ja. En Amazon Queen, met alle respect, weet dat je bent vaste... Valster. Valster, je bent vast in het programma. Maar ik weet wel beter. Tigri Oru Mano Las Empeni. Ik weet wel beter. Wij weten wel. Beter. Oké. Er zijn meer opmerkingen. Mevrouw Simons als minister en mevrouw Jessen als directeur. Prima. Ja, is goed. Dat zou goed zijn. Ja. Goede combinatie. Romantie is een sterke taal. En mijn support, meneer Elias Vakombakaere, want hij heeft het goed gedaan. Oh ja. We zijn ook goed dapper morgen, maar ik heb het wel precies. Maar een. Hoe net als op zijn suggesties? Ja, suggesties. Wie zijn wij om dat te bepalen? Maar af en toe weet je, want je zijn dat hij abc mooi zo. Vera. Maar mevrouw Vera zou een goede post weer kunnen bekleden. Maar mevrouw Vera, mijn wat tegen je zo. Van onderwijs. Want het bloed gaat waar het kruipen kan. Nee, niet van onderwijs. Maar het bloed gaat waar het kruipen kan. Dat is niet van elkaar defensie. Ja. Maar het bloed gaat waar het kruipen kan. Denk waarover ik praat. En prea batam bifa batalati, mevrouw Vera. Mi begi ba, hoe te kan u begi, mevrouw Vera. Mi ka prea batam bifa batalati. En een applaus voor de mensen die ze heeft beschermd. Ja. Veel mensen ondanks, tegen het virus beschermd. Maar heel veel mensen beschermd in haar periode die erbij leidt aan COVID-19. Alleen al met woorden alleen, en geloof. Doe het. Dat is het. Militaire taal, hoe niet belangrijk, doe het, doe een pushy. Zo heb je het ging. Door terug.
steeds je ching, daar slak je kwetje. En ze heeft het naar nul gebracht. Ja. Juist. Iedereen was onder de indruk, iedereen was geschrokken. Ja, en het was spannend wanneer COVID-nieuws er was. Ja. Heel spannend. Juist. No thesis COVID-nieuws. Ja, is er nog COVID? Ja. Is het er nog? Ja. TV in de spam, hoor. Radio in de spam. Het is gewoon die online kranten, dan hoor je wat er is. Alles is naar een bepaald niveau. Afgevlakt. Ja, omlaag gaan. Nog maar dat die. Ik kan me niet indenken. Lembo, sa je doe! Hij heeft een nieuw station. Maar meneer Jerry et de Lembo. Meneer Xi et de Tabatik. Hij moet een online station hebben. Nee, we vangen het hier niet. Nee, no. Alles mag. Lembo, Lembo, Lembo. Hoe kan Lembo niet meer? Lembo, Lembo, Lembo. Mi weri Lembo na dresa se kwichik ba me haratori. En dan mi wazo mens mai haratori. Mijn saptaki, alles mag boren van Sani en in Jons Massa Abi. Tee taki, alles mijn arki, wat dit betreft. Amen. Jong, mikar a hamer voor NDP. Mikar a hamer voor NDP, Lembo, voor Gitator Dati. En zo maar, paarse hamer. En aan Fadoui Fadon. Maar jij bent een van de principiële negers die er bestaan. Ik saptak een moment die ik partij dat je schoof moet. En tegen hem komt hij maar morotranga. En we begi die fico morotranga toe. Nou, dat is maar die serde je je naden dat go begi baka. Maar jou, ik doe zij ben doe. En kom en je hara. Aten door ook ba ombiji meka campagne. Ombiji wakange. En aan akap onak me campagne selfie. Uka teko pres nomor de esak asa. Au sampanya krewa. Lulumai no kabre. Inwa tompa omamba. Dafa wia kombete. Bi kana fa wi yow de o na la nga wi piu de ya ma anom komoro am kombete fa wi am kombete la nga wi piam am skapap wana slavernij in wego voor kapte moderne slavernij en door stress na nga de trasan dat yo de yo siki ino sap se mus do yo kwen panik yo kweti furman yo kweti ala sot san kom ala sot san fse osotu onrus. Maar in totaal, mijn begi de van mevrouw Nicole Hoop op haar Anja, alsjeblieft, niet dat je hoort de busje naar de soort zandding. Zelfs de president denkt dat je hoort prik actie op de zandding. Dat ik een prik. Fijn kan stop met dat mijn prik. Ga je nog samen staan? Hey! Mijn is op zo'n serapje. Ja toch? Mijn bedrijfschip de film voor Eliana Jones. Tjakasa. Ik kan stop met actie met Rainbowways. Ik kan stop met actie met papieren van Wadi. Die soort zandatje van Wadi keur. Ja. Kan ik actie met mijn ID-card of zo. Of wat Sani. Mijn paswoord klopt. Ik ben hier ingeschreven à la Sani. Ik klopt. Maar stop me voor prik me. Indiana Jones story, bro. Mag een politieagent vragen naar je medische status? Nee. Oké, als de president bepaalt, is er hoe die wet die ze nu hebben. Uitzonderingswet. Als het daarin geplaatst wordt. Dat dat raam dat, hè. Maar actie met je doel, dat ook niet. Stel je voor naar mijn vrouw met je op bevallen. Dat je stopt met actie met rotzooi dat, hè. Het hangt van de agent. Nooit de straaljaar geren, wat gaat dat passen? En dan leuk. En dan school tussen de soldaat of zomaar op de nogo doen. De nogo roko tegenko. Deze heeft ko weri. Alles maar ko weri. Uko weri. Uko weri. Mi kon farferi. Mi ogo jabra. Fare sing a sing bing baka. En si mi na ton sref in mi. Nee, John. No mo kaya po nga ne foste wanja. Mi ko weri, mi kon farferi, ogo jabra. Ma onja ne jabra. We gaan door tot het betere eind. Ja. En daarom is Donja zo weer taki. Alle zondag 2 uur langer. Alle dinsdag 2 uur langer. Teleki, want change kom. Een systeem kom taki. No. Maar ademas, net aan change. Dus. Adeine kisi kwart, want san kon, yon san kon. Ane kisi drie kwart, want er san kon. Want er is iets nieuws gekomen. Want er san kon baka. Over die gasbom die misschien waarschijnlijk 5 keer duurder gaat worden. Als ze daar niet meer gaan subsidiëren. Ja. Maar dat is toch deel van IMF-deal, dat er geen subsidies meer gaan naar staatsbedrijven. Ja, ze moeten allemaal afschaffen dan. Ja, ze moeten geprivatiseerd worden voor ieder geval als ze zelfstandig. IMF staan voor meneer Santoki. Nou, IMF staan die zien meneer Santoki. Als hij het tegen kan dat? Ja. Dat om NDP, ik ga naar IMF. IMF noemt kon in Sarana.
Yeah. Maar dat nu is de president, ik denk dat het door een jaar is gegeven. Je klopt naar IMF door een mof of zijde. Maar nu, als je een queen volgt zo, dan komt dat paaiman Mickey, paaiman paai. Dat voor zijde, zij hebben zoek eten naar IMF. Die bakken direct op IMF. Als je dat kira aan president toch? Ja toch? Alles aan de bekeur af toen. De passus aan nu. Na politiek de bepreek. Voor de verkiezing hadden ze zoveel plannen. Er was zoveel voor Suriname. Suriname is zo rijk, diaspora dit, dat. Suriname heeft geen IMF nodig. Waar zijn we nu? Ja. Toch? Waar zijn we nu? Da, ik vind dat ik vind dat het zeker van staan in een kakkoevering. Ja toch. Het zekerheid. Het was spierballentaal, maar ja, ze hebben het niet. Ze hebben die ballen last aan die spieren. Ja. Nou, ze hebben die ballen niet, dat zijn die spieren. En je ziet nu office de denk ik benaderd een kroonprins voor NDP. De kroonprins dat is niemand anders dan Adin. En a koning samen met een heel intellectuele groepering van Ivoren Toren. Adin koning moro de allemaal samen bij één. Hij is intelligent en als opzij doet. Ja. Want die kan dapper als koning toe, als opzij doet. En wat missie kan dapper, die man praat op topniveau als opzij doet. Ja, en zo heb ik kan go door. En dat mevrouw Poki handel naar eerlijkheid en op een boemoro. Die is ook takru, op is regering is dit. Ben af dat je ook wat kan hoor. En sinds Belfort dat ook praat apart, die kan opzij. Ja. De heer. In actief de moro. Nog zo zou hem doen. En wat zijn ze kan bij die vice-president? Broca la sani, de bidje wan yon sani, dat kan ja wat kan zetten. Maar if je met die strei kompen en strei poro, via ifukae, probleem. Probleem. Ik hoop dat de mensen dit gaan begrijpen. Ik ga even een kopstuk lezen van vorig jaar. Santoki vlak voor de verkiezingen. Het is niet het volk dat gaat inleveren, maar de regering. Laat ik het hierbij. Verder geen inleveren nodig. De heer Grootfaam zegt, de regering is vergeten dat ons ras zelfs de slavernij heeft overleefd. Wat ze ook proberen, we zullen overleven en niet overgeven. Ja, en de regering het dwingt om voor Douan Sansouno Wando. Ja. Hij dwingt om Douan Sansouno Wando. Een kat in het nauw gedreven, die maakt rare sprongen. En wie pot wan poes poesie gooi niet, wan poeku. Oh, John, pok wij tappen. Want dat wan vrij toch. Even vrij. De heer Steven Chinaton zegt, soms lijkt het alsof de VP de boetekleed aan heeft. Hij heeft het goed gezegd. Omdat VP weer moropet op en famsetaking. Mijn ook beschuldigd heren, want Sam no shim neer taki. Maar Sam Denki, Sam Praxeri, meestal je kon zo uit. Het heeft met zijn ambities te maken. Allo ben positie. Maar nu bolla zijn positie van Berokka en NDP. Allo bolla zijn nooit. Maar na taki Alfred. Akumanti sinye taki. Donki manjoni. Tuta. Susabani Chibre Ede. Bara sinye bonjim posi. A donkey man, oh donkey man, donkey man, donkey man. At Sabani Chibre, Chibre to Talibe. At Chibre, Edalibe to Talibe. A donkey, Nasa said, what's the officer president was in you? A donkey, Susabani Chibre, Talibe to Tabaka. Donkey, to Tadoro. Don't chire, don't chire, don't chire. Thank you.
Ja, dank je man. Bajani, voor jou tapen je. Ja, bijna, nog 9 minuten is het 6 uur. Zo. Dan wil ik niet begrijpen aan Sama. Dat jij je dorp op. Sama is hier, dat is wiki. Want je voelt nog wiki makandra. Worden de Sama in een film. De trasma Santa Libi. Dat door Taluka film. Maar net want dus maar bij je cross dat worden de zijde. Dede ne kon soumar. Chouake kon, dat is chouake kon, dat is astine mama ro dat de reka ini. Don't no make that committee. Une SNS ma fugo, go fete an asma. No, no. Ma alasam, if Bobby, bigitun si, Bobby afu umama ifa bigitun se keep it in. Dan no make up chofeni, or stick up chin. Ne fameta Bobby jit apem, no kante me ki exe agondri if. Yo, ki ese. Dan ubegi fu dati. Hey, yamas, alright. Oh, ik ben daar. Oké. Okay. Er is één opmerking van de heer Grootvaam, als het mag. Dat is de laatste opmerking voor dat we stoppen, denk ik. VP wil alleen rijkdom. Sinds begin der tijden is zijn ambitie om Nederland weer in Suriname te huisvesten. Wat? Wat? Ambitie om Nederland weer in Suriname te huisvestigen. Suriname kan op eigen kracht een grootmacht worden en daar vreest Nederland voor. Afhankelijkheid is altijd hun streven geweest voor Suriname. Maar denk je dat je dat Holland nog niet bent? Nee. Holland is rotte zo eerlijk aan kan vinden. Heb je een tientje? Eerlijk is rotte. En wat ik wil zeggen, Abi, ik kiezen, if you not taking your lassie, don't keep me that you singing. Je face achter het net, na alle deskundige verdieners in Nederland op teken je. We focussen maar op Bouters. Taluku kan de Bouters de echo ontvangen dat je. Jusroto. Trali eenvoudig, alles is bij die kan de na de traman. Ineens dat de man die er ook aan in de penobum. Dat vee HP no abitraat de man bestuur. Ze kunnen dat niet. Maar ze lusten hem ook niet. Ano de. Ja? Ze lusten hem ook niet dan. Ze lusten hem ook niet. VAP heeft geen andere keus. Dus de tand rondloopt aan hem af. VAP heeft geen andere keus. Ze hebben het ook duidelijk gezegd dat de bedonderie op vice-president. Dat lijkt man Peking. Wat is de man respect die schreef. Dat ik ben die op. Dat ik brok ook. Dat ik wanneer ook. Je kon dat hebben gedaan. In het dwing. Ik dacht ook hoor wat hard tegenover Bouters. Of zei je. Als je afwezig kon je. No, oh, check one going back. Want the belly broke up, motor. Belly go up in party. Oh, belly open is 10. That's sowieso. Open is 1-3 seater. 1-3-4 seater. Mother Abba broke up. Yeah, mother Saudi hanging. That like Pentara, we're going to chip chip Patrick and PSC. That in a man forum next morrow. But no, no, for this thing. That's my young Afroco. They even stay on my Afroco. That's my happy young Afroco. A woman don't have to stand down na NDPO Abia. En ik kan zeggen dat NDP had de uitstekend van Baka. Mi futa a look to me en daar groe oma bota ki NDP had de uitstekend van Baka. Mi NDP no one. Where de ene steen? Hoe de ene ding? Zeker. Alle de falsa Haitian steen. Where we is er? NDP na alle district NDP van Zeker. Ja, afeni. Ja, en afeni Baka. En dit is voor de zin in Harif Sassi Biuru. No jij na kondre, kan de ontrappelen zo daar aai. De Abba verraders bloed in den. Trouwen de steel. Wat man neemt steel deek, no? Nee, met dat steel deek. Hij steel deken. Verraders bloed. Poring. Abo, zet daar ghetto kabo, zet daar abo, zet flora kabo, zet. Meteen dat kap, meka bengo toch. Alles, abo, overal, alles man spreekt dat toch. Zelf je apio doen, na donder of donder de op. One for Samson that pay Kiru and deck. One day, shall you order her deck and Miss Up Supposition?
zo dek in Sukoji. Als ze over dek hebben. Pionier. En dat dek dat maar Sukoji. De wanneer naar beeld neemt bakken. Van de kade. Aseibu dek maar Sukoji. Mio Purengi. Omdat in Omuroko zijn hij egi sortu. En de pei sorgu yu in jaf de man. Toch ook abraleki. Ik heb er geen woorden voor hoe deze mensen te noemen. En smafus dat toe sabito. Weer abosroko, gogo doen. Politiek kan voort op je isap zoals je jota mam tjens. Dus ik kan je met wat money, je weer abosroko mijn ogostem. Maar je saptak junan. Do not that thing, not that make you that you wear up also can talk to you and they go make sure of you go make eight of you take money. Dan vind ik je een verrader. En met verrader zeg maar van korte meter. Heel korte meter. Niet eens een met. Niet eens een met. Een mesje. Ja? Een mesje. En met een mesje kan ik heel veel doen. Ik ben getraind. Men moet dat weten, ik ben getraind. Lek als maar zeggen, een rij komt die daar vissen voor. Maak maar een rij komen. No, if I feel like corona in other and corona it been. No, since I just corona, my drive back up and then I can suku and I can contact you. Jima Sakur Mamba, Sakur Mamba, Sakur Mamba, Sakur Mamba, Sakabota was called the Sakur Mamba, Sakabota and Recon the Sakur Mamba, Mamba Mamba, Sakur Mamba. Sankur mamba, 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 mamba mamba, sankur mamba, jema sankur mamba, sankur mamba. Afsluiten. Iedereen een goede avond wensen. Als jullie onderweg gaan, rijden jullie veilig en voorzichtig. En we doen het een pot prikpunt voor prikkoe. Denk u aan de lockdown. Vergeet niet de lockdown al in anderhalve jaar in Suriname. De lockdown. Oké. Wacht even mensen. Eet hem als zingen. Eet om altijd te zingen, boom, want de zingen op de kanon. Jema sa Yusufu na dei, sa feni na neto, kreba numa o. Sa Yusufu na leti, sa feni na deo, kreba numa e. Sa Yusufu na dei, sa feni na neto, kreba numa. Sa Yusufu na dei, sa feni na neto, kreba numa. Sa Yusufu na dei, sa feni na neto, kreba numa. Sa Yusufu na dei.
Dankjewel voor het kijken. Ja, mensen, is het mooi, is het